De belofte. Ook interessant om die eens wat uitgebreider in beeld te brengen. Want daar hebben we toch wel een paar troeven met de heren Hermans en Izerbiet. Zullen we eens een kijkje nemen? Daar zijn we al mee bezig. Hermans centraal. En dan komt daar een Curtis White tevoorschijn. Die zit hier links. Dat is de Pan-Amerikaanse kampioen. Een Amerikaan. Die winst boekte op de Pan-Amerikaanse Spelen. Nieuwenhuis, die rijdt iedereen naar huis in Namen. Het was echt indrukwekkend. Een klasse te sterk. Hermans, Europese kampioen, volgt. Toepalik met een goede beginfase, dat zult u nog wel merken. Het heeft wat van een verkenningstochtje, die eerste ronde. En ze blijven wel een hele poos wiel aan wiel. Izerbiet, die wil altijd vroeten, die schuift op. Komt daar naar positie 3 en hij brengt Philippe Orts mee. In het rood, met die zwarte broek. Die Spanjaard die verduiveld sterk voor de dag kan komen. Zo'n beetje een galante nieuwkomer in dat gild van alleen maar Vlamingen en Nederlanders. Tenzij Curtis White wat uit het benen schudt waarvan wij niet onmiddellijk vermoeden of hij dat wel had. Een goede beginfase, dat wel, want hij blijft aan de koord trekken. Het Nieuwenhuis, met Hermans, met Toepalik. Dat zijn de vaste klanten. Sieben Wouters, de Nederlandse kampioen, wereldkampioen Izerbiet, is daar wat weggedrumd. Daar vanuit de wind het gat in en dan gaan we op zoek naar de zandstrook. Of naar de balken. Waarom niet? Dat doet Nieuwenhuis galant. Hermans doet dat ook behoorlijk. De rest oordeelt daar anders over. Orts wat onorthodox. En zo hoef je het niet helemaal niet te doen, hè. Rijk hekt. Dat was bijna de Diegemse grond gaan kussen. En dat deed Izerbiet schuddenbollend ook. Hij zo na. En dan gaat hij toch nog eens tegen de grond. Gaat Eli Izerbiet hier dan wel een rol spelen? Vraag je je dan af. Want er is nog niet gedaan. Dan merk je dat zijn stuur wat scheef staat. En dan bedenkt hij zich. Daar wil ik niet mee voor. Nou, daar kun je toch mee tot aan de post, Eli. Dat is toch maar een paar hectometer verder, dan ruil je je fiets. En op die manier verlies je toch wel wat terrein. Drummen in die ene baggerzone. Hier is Thijs Aarts, matig gestart, maar ik kan nu al zeggen, die schuift op. U zag dat de Pan-Amerikaanse kampioen Curtis White, die een probleempje signaleerde, dat hij wellicht wat minder bandendruk wilde. Izerbiet met een wissel, toch maar op zekerheid spelen. Ik had het u verklapt, daar is de Belgische kampioen. Die galant naar de kop gaat. Toch maar opletten, Thijs Aarts. Want te veel met je krachten spelen is gevaarlijk in Diegem. Sieben Wouters. Teruggesteund door die Nederlander die Nieuwenhuis heet. Misschien een gaatje laat. Nou, of gewoon even in elk geval afremt. Dan moet Thijs Aarts maar dat gaatje dichten. Toepalik met de kleppen, met Hermans. Hier zien we Schuurmans in zijn groen-oranje shirt. De kampioenen bijeen. Sieben Wouters die daar wat komt te trummen en dan toch voor Thijs Aarts uitkomt. Laat Thijs Aarts zomaar begaan. Nieuwenhuis die een verstandige cross afwerkt. Altijd goed vooraan zit, maar niet te veel gas geeft. Sieben Wouters die doet dat op een andere manier. Die denkt van, hier is mijn kansje. Sieben Wouters, die overigens naar de ploeg Pauwels zou zijn vastgoedservice trekt op 1 januari. Is daar een contract getekend, net zoals Michael Boros. Hij mee in een nieuwe ploeg voor hen toch. Izerbiet dan plots naar voren, dan verwacht je altijd wel wat. Het woelwater die is wel in staat om wat schade aan te richten. Heeft ook begrepen dat Nederland een spelletje speelt. Staan elkaar wonderwel. Nieuwenhuis ziet het wel zitten met Sieben Wouters. Wouters uitstekend van stapel gelopen in het begin van het seizoen. In Gieten onder meer. Kwam hier meer dan goed voor de dag met een vierde plaats na Nieuwenhuis, Hermans en Yannick Peters. Hij deed dat nog eens over in Zonhoven. Waar Hermans won voor Nieuwenhuis en ook Yannick Peters. Yannick Peters die hier niet echt in het stuk zal voorkomen. Nog altijd de Sieben Wouters. Naar de wat meer drassige strook. Nou ja, drassig, wat meer modderig. Izerbiet. De kleinste van de hoop. Maar oh zo moedig. Kleppen. Die wel van een strookje lopen houdt.
Nog altijd galant wat Sieben Wouters doet. Vraag is, heeft hij wel voldoende inhoud om dat zo diep in het seizoen helemaal af te ronden? Met kans op winst. Op de klinkers. En dan de Kosterstraat in. En dat is de straat waar je meestal voor de bijl gaat. Dan voel je na een ronde met een paar fikse inspanningen hoe laat het is. Want oh, 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 was ik maar blijven zitten. Van de ene Ederlander naar de andere? Het zou zomaar eens kunnen, hè? Want hij doet dat bijzonder galant, Nieuwenhuis. Alsof het een fluitje van een cent is. Merk het niet meteen, maar hij zet de rest wel onder druk. Hè? Want je laat niet zomaar een gaatje vallen. Dat is door die herhaling van prikken. Thijs Aarts beantwoordt dat en komt weer op het voorplan. En gaat de tempo ook op de hoogte injagen. Wil een schifting doorvoeren. Er zit te veel volk. Hij rijdt voor dezelfde ploeg als Quinten Hermans hier in derde positie. Telenet Fidea, dat speelt een rol. Ook kleppen. Dan zou je toch, vermits je een overtal hebt, goed kunnen afwerken. En dan kan het best zijn dat de Belgische kampioen zijn rol vertolkt. In dienst van Hermans. En dat is de leider bij de belofte. In deze trofee. En Orts blijft goed volgen. En die komt iedere keer op die klim weer bijpikkelen. En wat denkt hij dan? Ja, maar dat gaat hier niet rap genoeg. Dan ga ik er alleen van door. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Omdat Iserbiet daar weer is. Die riposteert. Kleppen doet dat ook. Maar ondertussen weet Vlaanderen toch al dat ene Philippe Orts bestaat. En dat hij een stukje kan crossen. Daar gaat Nieuwenhuis weer. Dat is weer met flair. Kleppen erachteraan. U volgt, hè. Het is haast een criterium. Een wegreis. Maar dan komt er toch weer zo'n netelijk stuk. Zo'n stijl ding. Gaat hier iemand in de fout? Nieuwenhuis niet. Dat gaat goed. Dat gaat galant. Joseph zien we achteraan. Die is komen aansluiten. Hij zit hier in dat blauwe shirt. Misschien krijg je hem links in beeld. Nieuwenhuis trekt gewoon de koord. Weer naar de wat meer technische zone. Daar met z'n allen nog met een 6 à 7-tal crossers iedereen gelijk voor de wet aan elkaar gewaagd. Zo pakken zij die schuine kant. Dat gaat een stuk sneller dan bij de vrouwen. Nog een klein tikkeltje risico, maar niet al te veel. Zag Hermans daar wel een brutale beweging maken. Hermans die zich schijnbaar niet met die debatten bezighoudt. Laat maar begaan. Laat Kleppen bijvoorbeeld een gaatje dichten als Nieuwenhuis andermaal vertrekt. Daar in dat windstuk. Maar Nieuwenhuis met die wat grotere versnelling maakt wel tempo. Heeft dat van een valse traag? Zou het niet zeggen dat hij hoog zit in zijn snelheid. Hermans dan maar weer die Kosterstraat op. Maar Iserbiet als wereldkampioen zijn verantwoordelijkheid nemen en weer aansluiten. En nu, Zandbak, wat doen we met jou? Recht blijven, er doorheen komen of in de fout gaan? Groepje wordt uitgedund, hè? Daar heeft vooral Nieuwenhuis voor gezorgd. Hermans schuift in, gaat aan het wiel van Nieuwenhuis zitten. En dan is onze indruk, dit zijn de betere. Nieuwenhuis en Hermans. Hermans met verstand gekrost. Nieuwenhuis misschien met wat meer bravoure onderweg. In de wetenschap dat hij een wat mindere sprint heeft, dat hij ze moet kwijtspelen onderweg. Hermans met een fantastisch manoeuvre. Goed kijken, hè. Remmen, remmen, remmen. Nu, tijd genoeg. Nu, ze, voilà. En dan komt hij als eerste uit dat bochtje gehold. En toen, jongens, zitten nu wel echt aan het slot. Simultaan de fiets op. Wie kraakt? Gaat Iserbiet nog meedoen? Hermans heeft een paar lengte. Nieuwenhuis staat onder druk. Mag niet in de fout gaan. Hier nu naar de trappen. En dan zijn we zo goed als binnen. Dat is wat vroeg voor Hermans. Maar hij maakt zich wel goed breed. En heeft nog een sprintje bergop in petto. En komt dan als eerste in de Van der Aanstraat. En dit stukje kaas laat hij niet meer van zijn boterham halen. Dit maak je af als je Europees kampioen bent. Hè. Gewonnen in Gieten. Gewonnen in Ruddervoorde. Gewonnen in Francorchamps. En nu hier in Diegem. Dat zijn er vier in deze trofee. Heerlijke winst voor Nieuwenhuis en dan Iserbiet op plaats 3. Hermans, Nieuwenhuis, Iserbiet, Kleppen, Thijs Aarts, Orts, Joseph, Wouters, Van der Heijden en Curtis White. Hier hebben we de stand.
Hermans, Nieuwenhuis, dat Koek nog dichtbij. Dan Kleppen, die zit al met een serieus gat. Dan Aerts, Wouters, Peters, Izerbiet, Van der Heijden, Van der Meer, Schuurmans. En hier is Quinten Hermans. Quinten Hermans, proficiat. Dat was een fenomenaal manoeuvre. De bocht afsnijden of vallen, was dat de mogelijkheid? Was dat de keuze? Ja, nee, dat stond in de krant van vandaag of gisteren zeker. Met Wout, dat meer bij Mathieu moet doen. Maar het was eigenlijk alleen mijn bedoeling voor Eli voorbij te gaan. Al ja, ik dacht dat dat het enige mogelijk was. En Joris hield ook rechts en ik kon links gewoon volle bek en zo laat mogelijk in de remmen en zien dat je net niet valt. En ja, dat was beslissend manoeuvre uiteindelijk dan. Flirt je met vallen op dat punt of bleef je uiteindelijk comfortabel recht? Ja, uiteindelijk bleef ik wel redelijk goed recht. Ik had nog iets later kunnen remmen, zal ik zeggen. Maar, of dat nog iets meer risico kunnen inhouden. Maar ja, het is toch altijd een risico dat je neemt. Dat voor hetzelfde geld. Je moet vol in de voorrem ook. En het schuift best wel in die bocht. En ja, dan is het toch een risico dat je uitschuift. Ja, de man van het slot was uiteindelijk wel Nieuwenhuis. Want hij zette druk in die laatste twee rondes. En het zag er heel even slecht uit dat er niemand meer over kon komen. Ja, dat was ook. Nieuwenhuis rijdt heel hard de afgelopen weken al. En ik werd gisteren een beetje verkouden, dus ik moest een beetje... Ik probeerde zoveel mogelijk afzijdig te blijven en me zo weinig mogelijk energie te verspillen. En ik weet af van de afgelopen wedstrijd dat ik een goede laatste ronde heb. En dan heb ik daar gewoon alles op gezet. En ik had vorig jaar dus daar ook de wedstrijd bij de profs beslist, denk ik. En dat zat in mijn hoofd en dat is goed dat het uitgekomen is. Rijden in de duisternis, hoe viel dat mee voor jou? Best wel goed eigenlijk. In het begin was het nog heel licht bij ons en dan begon het zo stilletjes aan te schemeren. Dan kent je het parcours wel, want je hebt gewoon het licht al afgewerkt en dan weet je waar alles ligt. En dus het viel best wel mee. Het was dus aangenaam voor een donker te rijden. Dankjewel, proficiat. En zo ziet het er dan uit hier in Diegem. Hele fijne sfeer, dat zeker. En daarnet een hele fijne cross gezien bij de belofte, bij de vrouwen ook. Laten we hopen dat dat bij de pros ook het geval is. Ondertussen is hier nog een gast komen aanschuiven aan mijn tafel. Dat is Jurgen met de Penningen, de manager van Sunweb vroeger, maar nu Marlux Napoleon Games. Fijn dat je er bent, Jurgen. Wat vond je van de cross bij de belofte? Het was spannend, maar Eli Izerbiet is er net niet in geslaagd om de hoofdvogel af te schieten. Ja, inderdaad. Het was wel heel spannend. Het was een mooie cross. Hè? Tot de laatste meters eigenlijk. Maar je weet ook in de laatste ronde dat je moeie vooraan zit in die 360 graden bocht. Hè? Die bocht dan naar de trappen toe in de finale. En Eli zat daar niet op de juiste plaats. Dus ja, goed, ja, dat kun je niet mee doen om te winnen. Maar je mag ook niet vergeten dat Eli is nog maar amper tweede jaar belofte. Wat veel mensen niet bij stilstaan is dat al de collega's concurrenten zijn laatste jaar. En Eli is als enig nog maar tweede jaar belofte. Dus hij heeft nog progressiemarge. En je kan natuurlijk niet allemaal goed zitten. Hè? De ene zit wat beter dan de andere als je met drie vooraan zit. Het was wel een straf manoeuvre toch, Erwin, van Quinten Hermans? Ja, een straffe stoot, maar hij wist op dat moment om daar nog te passeren, moet je gewoon binnenbocht zitten en vol risico, maar hij bleef rechten en dan ben je al half gewonnen, want vandaar is het niet ver meer. Dan moet je gewoon op kop zitten en Quinten heeft dat perfect gedaan en Volken houdt dat op de meet. Dus, Had Joris Nieuwenhuis niet moeten anticiperen op iemand die kwam? Want hij leek een beetje te zeker van het feit dat hij op die eerste plek zou blijven zitten. Hè? Ja, inderdaad. Normaal gezien, als je daar draait op kop, ben je ook bijna zeker om te winnen. Dus hij was iets te gerust, denk ik ook wel. En hetzelfde probleem met Elisabeth. Iets te gerust daar. Je weet dat de finale wordt daar gereden, net voor die bocht. En daar moet je eigenlijk draaien op kop en dan kun je winnen. Maar anders wordt het heel moeilijk. Elisabeth is jullie uithangbord als belofte dan toch. Heeft vandaag weer getoond dat hij meedoet voor de overwinning. Maar het is lastig om die hoofdvogel dus af te schieten. Toch is het straf hoe je telkens als een pitbull weer naar voren komt, vooral in het verloren situaties, terugkomt. Dat stemt jullie tevreden? Absoluut, absoluut. Eli heeft momenteel vier grote wedstrijden gewonnen. Koppenberg gewonnen, Haveren heeft hij gewonnen, Essen en Overijssel. Dus vier mooie wedstrijden heeft hij gewonnen. We zijn heel tevreden van hem. Hem rustig laten groeien is nu de boodschap. Hem zeker niet forceren. En met Eli denken wij op lange termijn. Dat is net hetzelfde als met Michael van Toenhout, denk ik ook op lange termijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat Eli wel een zeer goede doen is. En het ook wel richting kampioenschappen goed aan het werken is. Ja, Eli Izerbiet. Hier in actie met zijn wereldkampioenentrui. Dat is natuurlijk een fantastische exposure. De wereldkampioen in jullie rangen hebben. Vandaag een paar moeilijke momentjes beleefd. Hij sprong niet over de balkjes.
met zijn fiets. Heeft dat te maken met wat er vorig seizoen hier misliep? Want toen viel hij een keer stevig. Hè? Ja, hij sprong wel. Hij sprong wel. Tweede ronde van het einde heeft hij wel eens gesprongen. Maar de finale ronde of de laatste ronde sprong hij ineens niet meer. Dus het was ook een beetje met vertrouwen te maken, denk ik. De voorlaatste ronde sprong hij niet zo heel goed. En dan, maar hij sprong wel vandaag. Maar hij is toch wel op zekerheid gespeeld. De laatste ronde, ja. Ja, ik zag hem er toch een paar keer overlopen. Dat had toch met die val van vorig jaar te maken, denk ik. Absoluut, dat speelt sowieso mee. In de mentale is dat heel belangrijk. Hè. De jongens onthouden wel de... Dit is die val. Voilà, dat is een zeer ernstig geval. De jongens onthouden dat absoluut wel. Maar het is ook wel een stuk wat vertrouwen te maken van doe ik het of doe ik het niet. Ja. Ja, de balken liggen hier ook heel kort. Hè. Dus ze liggen wel op een heel mooi stuk. Maar ja, het zijn balken die zijn quasi op de kop... 8 tot 10 centimeter breed en dan 4 meter ertussen. Dus dan moet je echt een artiest zijn. Iemand als Tom Meeuwsen kan dat goed, maar ja, dat kan heus niet iedereen hier. Nee, en dan zien we nog maar eens dat een helm hier geen overbodige luxe is. Want als je daar op die manier zonder helm op dat balkje terechtkomt, dan is het even voorbij. Goed, we gaan straks verder praten over de cross die eraan komt bij de mannen en over het seizoen tot nu toe. Eerst eens terugblikken op wat er al is geweest. Want we zijn nu op 2 dagen voor kerstmis en we zitten in Diegem. Er is dus al heel wat gebeurd in de Hans Grohe Superprestige de voorbije maanden. Het begon allemaal ergens in oktober, begin oktober in Gieten. Jelle Tak, blik terug op het seizoen tot nu toe. De Superprestige begint half oktober in het noorden van Nederland, in Gieten. Wout van Aert domineert tot dan toe. Hij won de wereldbekercrossen in Amerika omdat Van der Poel geopereerd werd aan zijn knie. Maar de Nederlander pikt de draad terug op in zijn thuisland. En de twee houden gelijke tred en lossen elkaar voor geen meter. Het wordt allemaal in de laatste passage door de zandbak beslist en door materiaalproblemen. Laat zich daar in de zak zetten. Hij moet dan wel eerst naar de loopfase. Ai, ai, ai. Struikelt en ook mede daarvoor. Mede daarvoor moet ook Van der Poel in de loopfase. Dit lijkt wel Paul tegen. Ja, tegen wie? Ja, dit is. Oh, hard tegen ons dag. Oeh, opgelet voor de klets van het achterwiel. Het is Van Aert. Hij heeft het probleem met de ketting. Oh, Van der Poel is ermee weg. Van der Poel is ermee weg. Winnen ben je erop gereden. Asje. Dat ik zo tot in de finale met Wout kon strijden, had ik echt niet verwacht. Zat het allemaal zo diep, die probleem? Ja, ik moet toch wel zeggen dat ik diep de problemen. Het was toch in ieder geval alles behalve leuk om terug voor dat seizoen weer onder het mes te moeten. En door een paar stomme valpartijen, door die knieën weer, dat ik weer de pick heb om een operatie te moeten ondergaan. En, ik heb heel hard getraind om terug te komen. 2 weken later staat de eerste Belgische manche op het programma. Het decor, die fantastische kuil in Zonhoven, een garantie op spektakel. Maar ook deze cross draait uit op een tweestrijd, al komt Laurens Zweek in de laatste ronde nog even aansluiten. De kuil zorgt niet voor de afscheiding, de laatste bocht wel. Van der Poel probeert, maar dat lukt niet. Ik denk dat de sprint gereden is. Het is geklonken. Het is gereden. Van der Poel kijken naar beneden. Toch nog eens proberen hier in de slotmeters. Oh, Van Aert is diep geweest. Komt Van der Poel daar nog over? Is nog over. Geloven, hij heeft het zitten. Hij heeft het zitten. In de laatste bocht niet 100% goed doorgekomen. Geklopt. Het was gewoon hard tegen hard en hij had misschien nog net iets meer over in de laatste strook. Maar het zo kort bij elkaar is, ja, dan vloekt en dan begin je aan al de details te denken die je misschien beter had kunnen doen. In Ruddervoorde staat de derde manche op het programma begin november. In de West-Vlaamse grond krijgen we opnieuw een duel van Aert Van der Poel. Maar dit keer is er wel afscheiding tussen de twee tenoren. En het zijn de details die beslissend zijn, een fietswissel bijvoorbeeld. Dat was mijn eigen schuld. Ik dacht een proper fiets te nemen, maar ik verloor veel meer in de materiaalpost dan ik verwacht had. En, dat was 50 meter, 100 meter en het was dan af en bij. Na die fietswissel bouwt Van der Poel zijn kloof beetje bij beetje uit. Zelfs pech kan de Nederlander niet van zijn hattrick houden. Van Aert is opnieuw tweede en Zweek derde. Voor de derde keer op rij dus hetzelfde podium in de Superprestige. Je hebt nu 3 op 3 in de Hans Grohe Superprestige. Ja, waar eindigt dat?
Goeie vraag. Volgende week Aspergaven is iets wat aan Wout denk ik wel heel goed ligt. Hij heeft ook al 2 jaar op rij gewonnen, denk ik. Misschien al 3. Dus ja, daar ga ik wel alles uit de kast moeten halen om een leidersplaats te verdedigen. In Gavre rond het kasteel vindt Van Aert een parcours meer op zijn maat om Van der Poel eindelijk eens te kunnen kloppen in die superprestige. Zeker wanneer de Nederlander zijn start mist, hij duikt pas als 12e het veld in, maar schuift langzaam maar zeker op. Op het einde van ronde 1 bepaalt hij al het tempo voorin en hij wacht niet lang om de rest onder druk te zetten. Dat is een sprint naar boven. Dat is nog altijd in de inleiding, alsjeblieft. En dat is net voor die gevaarlijke afdaling. Eerst borst en dan knal naar beneden. Geen wissel. Wanneer Van Aert even later nog maar eens kettingproblemen heeft, is de vogel gaan vliegen. Andermaal de ketting, andermaal de ketting. Het is hem alweer overkomen. Die ketting, dat is en blijft een latent probleem. Daar moet wat aan gebeuren. Ik ben eigenlijk een beetje gefrustreerd. Eerst word ik voor de zoveelste keer gewoon met de eerste beste versnelling gelost bij Mathieu. En dan weer die ketting die tegensprutel. En dat maakte dat ik het niet echt kon opbrengen om last te geven vandaag. Van der Poel soleert naar een nieuwe overwinning en pakt 4-4 in de superprestige. Na een maand zonder overwinningen knaagt het bij Van Aert. De wereldkampioen moet de hegemonie van Van der Poel zien te doorbreken. Hij krijgt daar in Francorchamps een uitgelezen kans voor. Maar opnieuw loopt het niet gesmeerd voor Van Aert. En dan krijgen we meteen een probleem. Ja, ja. De val van Wout van Aert. Maar Van Aert is de betere loper. Op de muur van Spa maakt hij het verschil. Van Aert met die lange benen van hem heeft de andere route gekozen. Hij gaat gewoon naar de kop van de koers klimmen. Dat is het hazenpad. Ja, wat. Op zijn favoriete plek op het parcours kan Van Aert Van der Poel ook helemaal afschudden. Hij pakt zo zijn eerste zege in de superprestige. Ik wist dat dat erin zit, maar ja, als je die tweede plaatsen aan elkaar hecht, dan hebben we niet veel recht van spreken. En, het is wel plezant om een keer de daden bij het woord te voegen. Ik ben een wolf. Xenne Wolf, we zijn benieuwd of we dat vandaag ook weer gaan zien. Maar eindelijk in Francorchamps was het prijs voor Wout van Aert in de vorige manche van Hans Grohe's superprestige. Jurgen, de 2 steken er bovenuit. 4 keer Mathieu van der Poel, 1 keer Wout van Aert. Hoe frustrerend is dat voor bijvoorbeeld jou als manager van Marlux Napoleon Games om te moeten toezien en te zien van ja, die 2 zijn echt een klasse apart op dit moment? Ja, het was wel zo. De voorbije weken. Ik denk dat de voorbije weken ook Kevin Paulus heeft getoond dat hij er ook wel stilaan bij begint te horen. Maar het is wel frustrerend uiteraard dat je, als je elke week naar de wedstrijd moet komen met de jongens, dat je eigenlijk bijna weet dat je rijdt voor een derde plaats. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar goed, we moeten verder. We zijn er volop aan het werken. We zijn goed aan het werken. En je ziet ook dat de kloof met Kevin nu toch op heel klein wordt. Ja. Met Wout van Aert vooral. Dus we leven echt wel op hoop voor vandaag, ook voor de komende weken. Ja. Heb je het ooit meegemaakt dat het verschil zo groot is tussen 2 toppers en de rest? Want de rest wint quasi niks, hè? Nee, ik heb dat nog meegemaakt in de tijd van Sven Nys. Maar toen was er maar 1 iemand. En als Sven Nys eens niet startte of had een mindere dag, dan konden wij toch wel strijden voor de overwinning. Nu moet je eigenlijk al voorbij 2 toppers geraken. En dat is natuurlijk ook niet evident. Plus het niveau ligt ook bijzonder hoog. Ik denk misschien wel hoger dan ooit. Oké, goed, dat kunnen we niet, kunnen ook niet bewijzen of zo. Maar als ik met renners hoor praten, zeggen ze toch dat het echt een ongelooflijk hoog niveau is. En dan wordt het bijzonder moeilijk. En dan krijg je inderdaad zulke wedstrijden dat Wout en Mathieu er toch wel bovenuit steken. Maar goed, ik denk, zoals ik net zei, ik hoop dat we de komende weken toch wel eens kunnen meedoen voor de overwinning. En zelf ook eens gaan winnen. Goed, wie weet vandaag. Het volk stroomt hier ondertussen toe in Diegem. Dat is nog niet in de allergrootste getalen, want er wordt gesproken over zo'n 15.000 toeschouwers intussen. Gisteren, of wat zeg ik, vorig seizoen, waren er hier 25.000. Dus er kan nog wel wat volk bij. Al staat er daar wel veel volk aan de tent. De tent waar Niels de Stadsbader aan het optreden is en waar er blijkbaar al behoorlijk wat sfeer is. En er is ook veel bier. Wat hadden we gedacht? Er is hier een tankwagen waar er maar liefst 24.900 liter bier in kan. Dus ik denk dat er voor ons straks ook nog wel een beetje in zit. Ja, toch? Ja, inderdaad. Maar veldrennen is ook een beetje... Ja, dat is ook de periode van het jaar natuurlijk. Er is ook vanavond geen voetbal. Dus ik denk ook wel een voetbalpubliek aanwezig vandaag.
Maar de veldrijden is altijd een gezellige bedoeling. Met ja, het hoort erbij. Ja. Normaal is het op zondag, hè? Maar door het feit dat kerst meestal op zondag valt, is het nu op een vrijdagavond. Lijkt me ook een perfect moment voor zo'n cross. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Mensen komen waarschijnlijk iets later toe. En daarmee dat de organisatoren hier ook beslist hebben om om 8 uur te starten met de mannen-elite. Maar ja, het is zeker een concept dat kan werken. En nu dit jaar met kerstmis op zondag, ja, was er weinig keuze. Want ik denk dat de kerstmis of de kerstdag zelf, ja, sowieso weinig volk zou trekken. Dat zou inderdaad nog een ander verhaal zijn. Laten we het weer hebben over het sportieve plaatje van de Hans Groos Superprestige. De tussenstand na de manches die er zijn geweest. We zeiden het daarnet, 5 stuks. En dan zien we dat Mathieu van der Poel aan de leiding staat. Maar door het puntensysteem van de Superprestige, het verschil tussen Van der Poel en Van Aert met 3 punten. Dus alles nog speelbaar. Daarachter een kloofje richting Sweek. Jens Adams is mooi 4e. Ton Aerts 5e. Klaas van Tornhout is 6e. Kevin Pauwels 7e. Dus 2 van jouw jongens zitten daar, nou, zeg maar in de subtop. Alhoewel, ik denk dat hij ze toch net wat hoger had verwacht. Het is natuurlijk ook een klassement dat we inderdaad niet goed scoren. Als je dan ziet in de Wereldbeker staan we 2 en 5. In de DVV staan we 2 en 3. Op de UC staan we 3 en 6. Dit is een klassement dat we inderdaad dit jaar niet goed scoren. Maar ja, ik denk het is ook nog het enige klassement dat min of meer spannend is. De DWV ligt dus in plooi, denk ik. Wereldbeker ook al stilaan. Dus Superstice is wel nog een spannend klassement toch tussen de 2 te noden, ja. Uiteraard. Goed, we gaan eens luisteren naar een aantal van jouw jongens. Onder meer Kevin Pauwels, de outsiders voor vandaag. Nu bij Renat. Kevin Pauwels, teken eens een scenario uit van de race straks. Ik heb dat gewoon niet gezien, maar het zal waarschijnlijk wel snel zijn. Dus... hopelijk ken ik bij die twee aankampen. Is het loterijgehalte aanwezig in deze race op die snelle omloop? Er zitten nog wel hoogteverschillen, dus ik denk wel dat het beter naar voren zal komen, denk ik. Heb jij het gevoel dat je vorm nog crescendo gaat, dat je beter wordt naarmate het seizoen vordert? Ja, voorhopig denk ik nog altijd ietsje beter, maar het is natuurlijk moeilijk te zeggen wat dat nu weer zo gaat zijn. Wordt het een beperkte materiaalslag vandaag, gezien de staat van het parcours? Ik denk het wel. Ik denk dat er niet veel speciaal zal inzitten van moeilijkheid, dus het zal wel meevallen. Klaas van Tornhout, een avondcross en dat betekent dat ook de voorbereiding anders is? Ja, sowieso. Uw dagindeling is helemaal anders. Ik ben er niet echt de voorstander van, maar het is eenmaal in een jaar en dat nemen we er met plezier bij. Tijdstip van verkenning moet je ook uitkiezen. Ja, heel de dag eigenlijk. Uw eetprogramma, uw eetgewoontes moet je een klein beetje aanpassen en veranderen van uur. Niet zoals gewoonlijk. Het is sowieso een aanpassing. Nu de verkenning ook. Ik zal nu wachten totdat het donker is. Want het is toch een heel andere beeld dat je krijgt in het donker dan als je in het gewoon licht fietst. Snelle wedstrijd wordt het wellicht. Iets wat je niet erg graag doet. Wat is het al anders geweest dit jaar? Dus, we kunnen er niet veel aan veranderen. Dat zijn de weersomstandigheden. Ik cross al, of koers al 20 jaar. Maar zo'n winter heb ik nog nooit meegemaakt. Het mag wel eens modder zijn binnenkort. Laurens Sweek, van Diegem wordt soms gezegd de Formule 1 van het veldritcircus. Leg eens uit waarom. Ja, het is sowieso een beetje veel meer asfalt dan anders, denk ik. Maar het is hier altijd wel lastig. En het is een beetje meer een speciale. In het kunstlicht is het toch altijd een speciale editie. Dus ik denk dat is altijd wel mooi. Ja. Pech betekent weg winstkans, weg podium? Ja, hangt er een beetje vanaf welke pech, denk ik. Vorig jaar heb ik hier ook mijn ketting eraf gehaald en was ik ook nog 5e uiteindelijk. En Nijs was ook nog 6e toen. Dus het hangt er een beetje vanaf ook wanneer in de wedstrijd dat voorvalt. Als het in het begin valt en het valt nog eens stil, kunnen we nog terugkomen. Maar op het einde zijn sowieso alle kansen weg. Verwacht jij het gekende overwicht van Van der Poel van Aert? Ja, ik denk dat zij sowieso wel de beste gaan zijn. En dat zij de koers ook wel gaan moeten dragen hier. Maar ik denk dat hij er wel eens korter bijeen kan liggen als anders. En misschien een beetje gokken ook. Als het een keer stil valt, een keer proberen te demareren. Dan kan er wel... kan er wel iets, denk ik. Succes. Dank u. Er zijn er heel veel die geloven in hun kansen vandaag. Laurens Sweek is er één van. We hoorden ook 2 jongens van jouw team. Jurgen, geen Michael van Toornhout vandaag. In de Superprestige rijdt hij amper mee, behalve in Rudervoorde. Is dat puur contractgewijs? Of denk je van, ja, we moeten hem een beetje sparen? Waarom eigenlijk niet? Want het is een man die hier eigenlijk thuis hoort ook, toch?
Ja, inderdaad. Met Michael trachten we ook wel het langzaam op te bouwen. Zijn seizoen of ook zijn carrière. En we hebben ook gekozen om één klassement niet te rijden voor de start. Enkel op vraag eigenlijk. En Superprestige hebben we dan besloten om niet te rijden. Andere klassementen wel. Dat is een keuze die we gemaakt hebben. Dat heeft weinig met contracten te maken. Gewoon een pure sportieve keuze. Dat we deze week voor het seizoen hebben gemaakt met maken van Turnhout. Goed, we moeten richting de cross zelf van vandaag. En ja, de twee tenoren die laten we natuurlijk ook aan het woord. Beginnen met de man die aan de leiding staat. En dat is uiteraard Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel, hoeveel kansen biedt dit rondje om het verschil te maken? Oh, het is wel enorm snel, het is echt wel redelijk glad, maar er zijn wel een paar punten waar het technisch genoeg is om het verschil te maken. Hoe zit het met de duisternis? Ja, het is enorm goed verlicht. Als je hier aan het rondrijden, dan heb je daar echt totaal geen last van. Het lijkt dan een cross bij daglicht eigenlijk? Ja, dat is nu ook veel gezegd, maar ja, het is niet zo dat we daar hinder van ondervinden. Het is wel enorm goed verlicht hier elk jaar eigenlijk. En het is wel uniek om te doen uiteraard. Is een one-man show, een solo, mogelijk op dit parcours of uitgesloten? Oh ja, het is wel niet echt een parcours wat zich daartoe leent. Vooral omdat de lange klim nu ook nog eens windop is. En natuurlijk als je weg bent en ze kijken naar elkaar is dat wel mogelijk. Maar het zal lastig worden. Durf jij vroeg gaan in deze race? Op dit late uur? Ja, dat durf ik wel, maar ik moet zelf ook nog even afwachten. Ik voel me eigenlijk niet 100% fit. En, hoezo? Ja, het is een beetje... Veel mensen hebben het zitten met verkoudheid. En, ik moet er ook aan geloven, maar ik hoop dat het vandaag nog mee zal vallen. Oké, veel succes. Dat is geen onbelangrijke informatie, zeg maar heel belangrijk, Erwin. Want een niet 100% fitte, zeg maar een half zieke Mathieu van der Poel, dat is heel opvallend. En vooral interessant voor andere mensen die ambitie hebben. Ja, het is de periode. Hè. Heel veel koersen, koude temperaturen. Dan word je natuurlijk iets sneller ziek. Nu, tussen ziek en ziek zijn er nog heel veel verschillen en varianten. Dus we zullen het dadelijk zien. Goed, de camper van Mathieu van der Poel die is nieuw. Er is vandaag voor het eerst hiermee naar de cross gekomen. En dan blijkt dat toch weer een straf iets te zijn. Is het normaal dat er halverwege het seizoen iets nieuws komt? En kan je daar nog veel in vernieuwen en veranderen, zo'n camper? Want ja, het is allemaal al eens uitgevonden, dacht ik. Ja, dat wel waarschijnlijk. Heeft ook wel met het sponsorbelang te maken. Er zit een bepaalde sponsor misschien die, die een promotiestunt wil doen deze tijd van het jaar of zo. Dus, maar normaal gezien. Ja, dat is prachtig natuurlijk. Maar normaal gezien in de loop van het jaar veranderen we niet echt van camper. Nee. Dat was in jouw tijd net iets anders, zeker. Erwin. Ik ben nog begonnen met een monovolume. Of een break met van achter drie fietsen erin. En dan halverwege mijn carrière kwamen de mobbelams. Ja. Wout van Aert die heeft vorige week in name natuurlijk wat pech gehad. Een paar keer gevallen, maar uiteindelijk het onderspit moeten delven. Maar ik vermoed dat de ambitie om vandaag toch mee te doen voor de overwinning heel groot is. We gaan ook luisteren naar Wout van Aert. Wout van Aert. Op welke manier wordt hier vandaag het verschil gemaakt? Traditionele balken een beetje, denk ik, daarboven. Dus dat is direct een moeilijk punt voor mij. Bij de belofte deed Quinten Hermans het in de bocht waar het vorig jaar eigenlijk ook gebeurde. Laat remmen. Ja, dat is eigenlijk hier in het park een van de laatste opties voor inhaalmogelijkheden te doen. Dus dat is wel logisch dat daar... nog gestreden wordt voor die koplek, want als je hier als eerste trapje oploopt, heb je een grote kans voor te winnen. Geloof je nog in de eindzegen in de superprestige? Want ja, bij pech kan het heel slecht uitdraaien voor Mathieu van der Poel. Ja, ik geloof er zeker nog in. Natuurlijk heb ik een achterstand. En, het is allebei voor ons allebei te hopen dat we geen pech hebben, dat het een mooie strijd kan zijn. Maar doordat er zo weinig puntenverschil is, heb ik altijd nog kans tot de laatste koers, hoop ik. En daarvoor moet ik elke koers goed presteren, dus ik geef het me zeker nog niet gewonnen. Veel volk, lang bijeen, misschien. Hoe hoog is het loterijgehalte van deze race? Laag, denk ik. Als je hier rondrijdt, is het toch lastig genoeg. En, ik denk dat we maar weinig koersen hebben gezien waar dat een loterij is geworden. Dat zal vandaag niet anders zijn. Plannetje vooraf, dat is dan eigenlijk onzin. Plannetje. Ik heb de koers van gisteren van vorig jaar nog eens gekeken. Daar heb ik ook wel veel uit geleerd. Dus toen was ik net iets minder, was ik wat ziek geweest. En met betere benen moet ik al wel meer kunnen uithalen uit deze koers. Heel veel succes.
Ja, vorig seizoen eindigde hij pas tiende en dreigde hij nog de overwinning in het klassement van de Superprestige te verliezen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Hoe zien jullie het evolueren? Laten we het eerst hebben over jouw renners. Jurgen, waar eindigt de hoogste renner van Marlux Napoleon Games? Ik bedoel vanavond in Diegem. Vanavond, ja, in Diegem. Oh, ik hoop natuurlijk op het hoogste schavotje dat we vandaag kunnen winnen. Dat realistisch, ja? Goh, als ik nu hoor dat Mathieu misschien toch een klein beetje een ziekteprikkel heeft, is het misschien realistisch, ik weet het niet. Maar Kevin is toch wel heel goed bij weken, dus ik zet toch wel mijn troeven in op Kevin Powels. Ja, hij was er dichtbij in namen, kwam er nog even bij in de laatste ronde, inderdaad. Maar kon niet meedoen voor de overwinning uiteindelijk. Op wie zet jij je geld in, als dat al zou gebeuren, Erwin? Ja... Even afwachten hoe ik wil Mathieu hem horen, niet rond fietsen. Zijn ziekte verteert. Dit is in principe een Mathieu parcours. Maar Wout was zondag toch wel de betere op weliswaar een ander parcours. Dus ik ga vandaag tippen op Wout. Oké, dat is duidelijk. Jurgen met de penningen, bedankt dat je langskwam. Erwin, fijn dat we jou hoorden. Straks doen we dat opnieuw na de cross. En nu naar Michel Wuits en Paul Herijkers. Ze zijn er nagenoeg klaar voor. Nog even bijtanken. Ik zie daar zo'n dingetje op de neus, zo'n vleugeltje, om die neus wat beter open te houden bij Van der Poel. Heb jij dat al eerder bij hem gemerkt? Nee, dat doet hij raar of zelden. Dus ik kan het mij niet voor de geest halen. Dus maar nu, een beetje verkouden, ja, zonder lucht, zonder zuurstof, ja, is het voorbij. Dus en dan probeer je natuurlijk alles. Hè. En dat zal voor hem wel... wonderen doen, neem ik aan. Hij heeft ook een wat nasale klank bij het spreken, dus het zit niet helemaal snor. We zagen hem daarnet ook even blazen. Maar goed, en in een wedstrijd kan dat vaak een totaal andere richting uitgaan. Hier kan de pret niet op, hè. Jij hebt fantastische verhalen van volkstenten en paal. Niet allemaal vertellen. Ja, dat is allemaal verleden tijd natuurlijk. Hè. Dus maar, vind je daarvan? Ze zijn er eens netjes over gegaan. Ja, dat is eigenlijk niet nodig. Maar als mensen energie over hebben, dan kunnen ze dat kwijt in de zandbak. Die lag er eigenlijk voorbeeldig bij. En nu is dat een klein beetje om zeep. Af en toe is dat nodig, omdat het te gemakkelijk ligt. En dan is dat genoodzaakt. Maar hier was het echt wel moeite doen om er door te geraken. Dat schuine kantje, dat is een pruts in vergelijking met dat van naam. Hè? Ik neem aan dat het vooral in de openingsronde uitkijken is. Als ze daar in dikke drommen verschijnen. Ja, natuurlijk. En dat komt er vrij snel aan. En dan is dat altijd wel uitkijken. De betere zitten dan weliswaar al van voor. Dus, maar toch is dat altijd wel stressen. Dus ook voor deze categorie, klassementscross. Alle hens aan dek, dus zet er maar zeker van. In de Van der A-straat, daar loopt het al op. Benieuwd wie daar zo meteen de kopstart neemt, wie daar als een komeet wegschiet. We zagen bij de vrouwen dat niet altijd het allerbeste idee is. Er is in het verloop van deze cross wel tijd en plaats genoeg om weer in te schuiven, weer voorbij te rijden. Ik denk vooral aan de Kosterstraat. Ja, de Kosterstraat, dat is de straat die dat er eigenlijk toe doet. Hè. En zeker als je slecht gestart bent, kun je daar wel terugkomen. De wind staat daar pal op de snoet. En dan weet je dat af en toe daar eens een keertje stilvalt. En maak daar maar gebruik van om terug te komen. Ze zijn met 41 hier. Laurens Zweek in een wat langer interview. En dat zal Vader Zweek deugd doen. Hij vindt dat zijn zonen wat te weinig in de kijker komen. Dus bij deze fraai. Hier hebben we David van der Poel. Die is goed aan het seizoen begonnen. Een goede anderhalve maand op hoog niveau. Is de jongste weken wat minder. Ik moet hem wat dieper zoeken in de uitslagen. Ja, misschien heeft hij daar een reden toe. En dat kan allemaal keren op korte termijn. En dan Toon Aerts naast hem. Kijk ook naar de gespannen blik van Meeuwse. Ik heb zo wat diep in me dat zegt dat Meeuwse hier vandaag zal willen schitteren. Omdat hij hier ook al een paar keer tweede was. Ik herinner mij in 2013 na Sven Nys. Van der Poel is in elk geval als eerste weg. Ja. Kromt zich daar en gaat als eerste het stukje linkers op. Dat is een goede slok. In ieder geval dat berg op. Dat mag je wel stellen. Ja, dat is ook nodig. Dus want
De kermis is hier al begonnen. Het meeste technische gedeelte komt er hier aan. En dan straks de zandbak en de balken niet te verwaarlozen. De winterkermis. Want het is 23 december. Dan is het eigenlijk ook wel op datum winter. Al zijn omstandigheden niet echt winters. Renate roept, kom maar, dan doe ik dat. Bij de schuine kant aan het voetbalveld met Mathieu van der Poel. En dan moet je de bovenkant kiezen. En iedereen doet dat. Het ligt al redelijk uit elkaar. Voetjes uit het klikpedaal. Hij komt er net goed door, maar het scheelde weinig of hij had die paal mee. En dan is Van Aert op die manier weer meteen in het wiel. En de rest van het pak, ja, dat loopt allemaal redelijk. Ook Toon Aerts onderin de zone, de strook gekozen. En dan hier verderop Jorbe van Tegel. Dan een val en de chaos een beetje. Maar het zijn de mindere goden. Van Aert die onmiddellijk komt aansluiten en heel dicht colleert. Pauwels kan dat ook, durft dat ook. Laat nauwelijks een goede 15 centimeter ertussen. Komt zelfs heel even inschuiven naast het achterwiel van Aert. Van der Poel in elk geval met een geweldige start. Naar mijn gevoel op die schuine kant net iets te brutaal. Ja, ja, ja. Dus Van Aert deed het daar eigenlijk net iets beter. Galanter. Ja, ja. En dat is altijd hoopgevend voor de toekomst. Dus voor het verdere verloop van deze wedstrijd. De onmiddellijke toekomst met Pauwels in derde positie. Laten we zeggen, daar heb je dat trio dat de jongste crossen stevast alle trapjes bezet. Ook ja. Nog in deze orde. Daar reizen we weer. Ja, en we zijn amper 3 minuten ver. En dan is het al van dat. Gelukkig is er heel veel volk aanwezig. Ook David van der Poel. En Merlier. Ja, Merlier. In die orde. David in de vierde positie, Tim Merlier in de vijfde positie. Dus de ploegen van de kopstukken goed vertegenwoordigd. Waar zijn de Zweeks? Nou, daar heb je de eerste. Dat is Laurens. Ja, het gaat toch stilvallen. Dus het is overbodig om nu het volle pomp te geven. Het is een gewaagde uitspraak. Ja, ja, ja. Ik vind het een gewaagde uitspraak. Het gaat stilvallen als je met Van der Poel en Van Aert opstappen. Ja, maar toch... Dat snotterneusje en zo, dat zal hem toch een klein beetje tot bedaren brengen. Vorig jaar had Van Aert het hier zitten. Hè? Dat was ook al de dag ervoor in Zolder duidelijk geworden, waar hij achtste was. En eigenlijk aan zijn ploegmaat zijn helpende hand had om voorin te blijven in het klassement voor de Wereldbeker. In idem dito hier dus met een tiende plaats in Diegem. Toon Aert heeft voor een golfbeweging gezorgd met Vermeers aan het wiel. Klaas van Tornuik, die zou ik ook nog wel eens in een top 10 willen zien eindigen. Ja, dat zou nog eens leuk zijn. Zeker voor hem. Jens Adams zit daar vrij ver, vond ik. Renaat? Ja, bij Mark Hermans. Laurens Zweek, waar zit hij? Op het beeld dat je daarnet zag, terwijl het reuzenscherm hier net uitvalt langs het voetbalveld. Maar zag je zijn start? Ja, 3 of 4 zit hem nu, denk ik. En ik straf dat je dat kan zeggen met een zwart scherm. Maar in elk geval, hij was goed vertrokken. Hè? Ja, hij was goed vertrokken. En de ziekte van vorige week is verdwenen. Dus ik denk dat hij wel goed gaat zijn vandaag. Is hij de beste derde of is dat dan Kevin Pauwels? Ik denk de laatste weken Kevin. En daarvoor was het, denk ik, Laurens. Wat voor scenario verwacht je in deze race? Kan het dat het heel lang samen blijft? Ja, voor de kijkers zou dat natuurlijk het leukste zijn. Ik heb gehoord dat Mathieu en Wout een beetje verkouden zijn. Dus ja, dat zou leuk zijn als zij iets minder zijn. En de rest is iets beter, dan kan het lang samen blijven, denk ik. Hartelijk dank, Mark Hermans. De altijd positief ingestelde Mark Hermans, die klinkt altijd goed. Van der Poel legt er wel de pees op. Ja, ja. En het is aan Zweek om te volgen. Een goede snok aan. Richting in beeld. Richting de zandbak. Ah, die eerste passage op de geëffende zandstrook. Ik ben benieuwd. Er is 1 voortje getrokken. Daar komt Van Aert dan toch maar beter inschuiven, vindt hij. Dat is wel schrikken. Als je... Hier hebben we het. Allee. En hij kiest toch wel voor dat laantje zeker. Moet daar natuurlijk wel wat uitbreiding gaan zoeken. En dat komt hem dan wel slecht uit. De anderen blijven op de fiets. Dan houdt ze op deze manier wat op. Het is voor iedereen wat te ploeteren, hè? Ja, 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 dat is schrikken. Als je daar niet van op de hoogte bent. Maar ik neem aan dat de meesten dat wel zullen geweest zijn. Dat is 1 ronde en straks allemaal erdoor. Het doet me denken aan het wereldkampioenschap in 2000 in Michielsgestel. Waar plots de post opgeschoven bleek. Weet je nog? Begin van de ellende. Zeker weten. Van de Belgen wist niemand dat. Groenendaal wist dat wel. En heel Nederland met Groenendaal. Maar dat is lang geleden. En een val. Daar is er eentje over de kop gegaan. Hier bij Toon Aerts. Laurens Zweek, Vermeers en Pauwels. En Merlier en Dirk van der Poel. En Frans van Tornhout.
met de baard. Hier hebben we Jens Adams, een contract verlengd of uitgebreid. En Vincent Baarsdaans. Ja, Vince, ik hoop dat je dit recht zet, dat je in de kijker kan rijden. Want je hebt een contract nodig in een nieuwe ploeg. Wil desnoods in bal van start gaan met een zwarte trui. Het smalle gangetje. Ja, het steegje. Het doorgangssteegje naar de onderste zone. Weg van de regimentsberg. Van Aert, flinke touw. Ja. Toon Aerts op komst. Veilige marge. Hier hebben we Toon. Toon Aerts, de Europese kampioen. Dan hebben we Zweek met Vermeers aan het wiel. Ja, alles laat zich wegdrummen. De jongere generatie. Helemaal aan het kantje, buitenkant die bocht opgezocht van de pool. Dan hier op de binnenkant ook wat meer gras opzoeken, maar veel is er niet meer over. Van Aert kiest voor een ander traject. Het looptraject, en dat kan hij. Verliest geen centimeter. Oh, wat zijn we snel rond. We houden ook de rondetijden graag bij. Oeps, niks geraakt van heel de brug. Bovenkant niet gezien. Ja. Opgelet hier, hè? Want hier kun je een formidabele post pakken als je dit verkeerd inschat. Dat gepakken. Zie je? Ja, dat is heel diep uitgefreesd daar. Je hebt daar een rotvaart. Als het erop aankomt in de slotronde, dan is dat de hel. Ja, hoe kort dat ook is. Het natste stukje van het hele parcours, zeg maar. Jens Adams met de Meissen en de Ralsleben. Aanvaard. We zijn aan het einde van ronde 1 en daar rijden ze met z'n 2. Ja, ja, ja. Ze zijn weg. Daar komt Toon Aerts met Laurensweek. Die heeft wat in het oog. En daar hebben we Pauwels. Die is als gewoonlijk wat abris zoekt, wat bescherming. Jens Adams moet een gaatje dichten. Het is Meissen met Ralsleben, een Duits onder onsje. Meester zit wat ver naar mijn gevoel. Zweek 2 dan. Dan Soete met Rob Peters. Al geruime tijd niet meer gezien. Met Godrie er ook bij. Godrie die in de ploeg van Wout van Aert zal terechtkomen. Het nieuwe team. En hier het Hinterveld met Tutti Quanti. Ja, dat is al op een stuk in de 30 seconden. Van Tichelt zagen we in de verte komen. Ja, dat was de man die dat gevallen was van die schuine kant. Dat heeft Van der Poel in de eerste passage ook. Even het voetje uitsteken en bijpikkelen. Je ziet op het oog dat zijn bochtenwerk snediger is dan dat van Aert. Maar die heeft dan weer, denk ik, net een iets hoger tempo in de lange rechte stukken. Renat. Ja, Van der Poel versnelt weer langs het voetbalveld. En de twee zijn goed en wel. Toon Aerts, dat is al op 13 seconden. Dat is een wereld van verschil op deze razendsnelle omloop. De twee leiders nu door de materiaalzone. De enkele materiaalpost. Dat is een zeldzaamheid in een moderne veldrijden. Van der Poel, gas geven. De wereldkampioen daar vlak achter. En dan de achtervolging. Roep je van een man of vier. En dan, de Aerts. Maar die zijn al geklopt. Dat zijn al vogels voor de kat. Het is niet te geloven zo vroeg in deze snelle race. Op 14 seconden nu Aerts, Zweek, Pauwels, Vermeers. Ook nog David van der Poel en Merlier. En Klaas van Tornhout in die achtervolgende groep. Dank voor de info. De twee. In Merwieder, de twee. Ze rijden gewoon rapper, meneer. Zo simpel is dat. Ja. Daar kun je niet onderuit. Want je ziet het ook dat de rest het niet meer aandurft te volgen. Ja, en we komen nog maar van die zandbak, hè, waar dat iedereen, maar ook iedereen nog in het wiel zat. En dan plots gaapt er het gat, het grote gat. Gesnotter of niet, ze rijden vooraan. Aerts trekt hier nog altijd. Hij bepaalt de cadans. En die is niet echt hoog. Dus rijden ze op een vrij simpele manier weg van voor. Nou, je moet natuurlijk ook iedere keer weer aan die Kosterstraat denken. De straat van Albert. Waar Albert 4 keer op rij floreerde. 4 keer in Diegen winnen, rij op rij. Ondanks Nijs en compagnie. Nijs indrukwekkend in een van zijn laatste glansprestaties in 2013. Toen zijn er veel kusten. Ja. Renat,
Ja, bij Christophe Roodhoofd, is het te vroeg, dat duo, het koningskoppel? Ja, te vroeg zal het niet zijn, denk ik, maar het is wel misschien een beetje jammer. Misschien voor de spankracht en voor hen beiden ook, want nu komt daar rechtstreeks de dueller weer en kunnen ze niet, ja, moeten ze echt weer tegen elkaar koersen natuurlijk. Hè. Ze steken er natuurlijk met kop en schouders bovenuit. Absoluut. Vorige week hadden we even het idee dat dat verschil niet zo groot is, omdat Kevin Pauwels ook echt op toneel verscheen. Maar nu zien we toch dat ze weer met twee weg zijn. Maar goed, we gaan even wachten tot ze een ronde of drie gereden hebben. Hè. Dan verandert de koers heel dikwijls. Ja, want als ze gaan speculeren, dan komt er toch misschien nog volk uit de achtergrond. Ja, en het is op de asfalt, bergop en vooral windop. Dat nodigt niet altijd uit om de kop te nemen. En ze moeten dan om voorop te blijven, moeten ze toch overeen komen ook. En ja, even afwachten toch. Dankjewel, Christophe Rotter. Wat gaat Van Aert doen? Gaat hij eens overnemen of gaat hij het spel hard spelen? Dat vraag ik me af. Ja, dat is een terechte vraag. Normaal gezien, als je al enkele keren op rij geklopt bent, dan kun je dat misschien wel eens proberen. Hoe dan ook, dat zit in je kop, dat vreet je hersenpan uit. Je wil dat eens een keer keren, hè? Ja, en dat kun je dat misschien op deze manier even aftasten. Een goede 14 dagen geleden gaven we de opdracht aan de mensen in het veld. Stel is de vraag, welke cross wil je absoluut nog winnen? Van Aert zei van ja, allemaal misschien toch wel. En Van der Poel die zei, patat, digem. Eén cross. En ondertussen heeft hij daar al wel een stuk of 2-3 gewonnen. Zandbak, perfect doorgekomen. Balken, hij springt, ondanks het feit dat ze 40 mogen liggen. Ja. Het is echt de limiet dat ze opgezocht hebben. Van Aert jumpt. Ook daar groeit hij dus in. Nu toch dat met wat meer snelheid doen. Toon doet dat voortreffelijk hoor. Toon ontsnapt. Vermeers doet dat niet. Getrippeld bij Sweek. Pauwels met glans zou ik zeggen. Meissen probeert het ook. Dus weer zo'n technisch bravoure stukje van Van der Poel. En dus weer een tussenjacht van Van Aert. Ja. Even pitsen daar aan het zand en aan de balken. Doe maar, Nat. Ja, bij Niels Albert, die letterlijk in de schaduw van de voetbaltribune staat. Heb je het een beetje koud, Niels? Ja, het grote scherm is uitgevallen en dan ga ik leven een beetje naar de wind staan. Je ziet toch niks. Wat kan je Wout van Aert dan aanraden? Ja, Mathieu maakt een heel enorme blitstart eigenlijk. En het is momenteel, eigenlijk als het nu de laatste ronde gepasseerd zijn, is het aanklampen. Hij rijdt momenteel een hoog tempo en we gaan zien dat we kunnen volhouden. Dus van overnemen is eigenlijk geen sprake? Voor mij hoeft hij nu over te pakken. Hij moet punten goed maken en hij moet zien dat hij in de counter loopt eigenlijk. En hij maakt voor mij een heel koers en piel zien. Dat maakt voor mij niet uit. Er wordt mij verteld dat je gerust naar de warme studio mag gaan volgen als je wilt. Ja, dat is goed. Is dat koffie? Dat denk ik wel, hoor. Dan zal ik het overwegen. Oké, dankjewel. Nieuws Alder. Daar had je toch wel wat gepruttel bij Van der Poel. Ja. Daar had hij wat moeite om zijn pedaal op te zoeken. En dus komt Van Aert weer aansluiten. Dat deed Van Aert beter. Zo snel gebeurt dat. Je zou denken van hij gaat vertrekken. Er is een klein gaatje, maar één keer uit het klikpedaal, dan wordt dat dichtgefietst. Neem niet over, hè. Nee. Nog niet de gelegenheid toe gehad de laatste halve ronde. Dat is waar. Ik ben benieuwd wat hij op de asfaltstroken gaat doen. Heeft ook nog niet gevraagd Van der Poel. De manier waarop ze hier doorheen gaan, dat is kunst, hè. Dat zal wel. Staan daar stil en toch trekken ze zich daaruit. Straffe cadees. Zet die mannen in een circus en ze spelen volle bak. Je ziet dat Toon daar wat meer last mee heeft, Toon Aerts. Hier Pauwels, dat gaat ook goed. Is gewoon aan het wiel zitten. Ja, vraagt gewoon niet om over te nemen, Mathieu van der Poel. En Aerts is alleen. Zal wel beseffen dat Pauwels straks onder stoom komt en dat hij heus wel terugkomt. Tenzij Pauwels een wat mindere dag heeft, maar zit wel op plaats 4. Op de plaats waar dat hij nu hoort te zitten. Dan hebben we Vermeers op plaats 5. Dan hebben we Sweek op plaats 6. Van Sweek weten we dat hij de jongste weekje in de slotfase terugkomt. Met de Merlier aan zijn wiel, Van der Poel, David van der Poel, Walsleben er ook bij en Meeuwsen. Vlak na 1 allemaal. Wat je hier in Diegem ook altijd hebt, dat is een grote spreiding van het publiek.
de belangstellenden. Ze hebben veel plaats en nemen haast het hele parcours in. Ja, weer een moeilijke voor Mathieu van der Poel. Ja, ik zou me niet verbazen dat hij met de Griffo aan het rijden is. En ja, Van Aert met de Rino's. En dan maak je dat verschil. Van Griffo's en Rino's. Renat. Ja, dat gaan we dan zo meteen even uitzoeken. Ik sta langs de kant van het voetbalveld en zie ze voorbij knallen. En misschien dat Van Aert nu heel even had kunnen overnemen, maar hij laat de kans liggen. Had hier duidelijk een opportuniteit, maar niet van zins om dan uiteindelijk de kans te grijpen. Als we dan kijken naar de achtervolgers, daar gaan ze wel het volle pond geven natuurlijk. En dat moet ook. Willen ze nog een waterkans maken om terug in de race te raken. Hier komt de Europese kampioen. Toon Aerts, kijk, zoekt de kop. 17 seconden. Pauwels is vierde op dit moment. Vermeers vijfde. Ik herinner mij een uitspraak in een vrij uitgesponnen interview van Niels Albert. Die zei van, misschien moet er toch wel wat meer gekrakeel komen. Moeten ze niet zo lief zijn voor elkaar? Ja, ja. Ze hebben daarvoor... Omdat dat wat eigen is aan de cross. Hè? Wat gekissenbis. Ja. Oké, Renaat, vraag het maar. Niels Albert, ze spreken zo net over meer gekrakeel, meer gekissenbis in de cross. Moet dat voor jou? Blijkbaar wel. Ja, ik vind dat... Je moet geen gevechten voeren, fysiek, maar mentaal mag er wel toch wel eens iets gezegd worden, vind ik. En... Zijn ze te lief voor elkaar? Ja, ik zeg niet dat het een koppel is, maar ze moeten niet bij elkaar op de koffie gaan. Hè. In jouw tijd was het een beetje anders, zie ik jou denken dan? Well, nee, je moet gewoon zien dat Mathieu is een concurrent en je moet respect hebben voor de prestaties van je concurrent, maar daar stopt het ook. Is het net niet mooi dat ze elkaar zo respecteren en dan op de fiets uitvechten? Ja, maar supporters zien dat niet graag. Supporters zijn supporter van een bepaalde persoon. Dus jij denkt eigenlijk commercieel, puur? Ik ben zakenman, hè. Voilà, de mening van Niels Albert. Ja, hij was lichtjes anders, hè. Hij kwam maar net piepen en hij haalde zijn zaag al tevoorschijn om de poten onder Nijssen's stoel uit te zagen. Dat ging er natuurlijk lekker in. Ja, dat duurde nog niet te lang. Had jij ook een reputatie van onruststoker, Paul? Ja, ik ben er ook eentje van. Ja? Van dat groepje. Ja, ja, ik vind dat ook. Hè, maar ik kan dat geweldig appreciëren hoe dat ze het nu doen. Ik sluit mij daarbij aan. Ik ook. Jawel, dat hoeft nooit zo te worden. Want dat was wel heimelijk af en toe. En dat kun je beter weglaten. Want daar komen vodden van. En het is nu goed. En de Nederlanders en de Belgen, dat marcheert. We hebben nog nooit zo'n kerel overname, gehad. Overname van Van Aert. Misschien was het al eerder gebeurd, maar heeft hij in elk geval overgenomen. En heeft hier met zwier dat bergje genomen. Ik ben benieuwd wat hij daar nu mee aanvangt. Met die koppositie. Ja, tempo was er ook wat uit. Je ziet, ze komen stelselmatig terug. En dan gaat Van Aert daar een stokje voor steken. Zou het kunnen dat Van der Poel dat tempo met opzet wat gaan drukken is? Om Van Aert uit zijn kot te lokken? Zo van, manneke, ze zijn daar, hè? Ja, hebben ze wel in zich, hè? Ze zijn uitgeslapen, jongens. Ja, ze gaan er nu wel stevig tegenaan. Kijk, dat is vrij fanatiek, denk ik, dat hij gaat komen. Ja, op het juiste moment, net voor die beklimming. Ik denk dat Van der Poel denkt, het wordt tijd. Want zo had het namelijk ook gespeeld kunnen worden. Oei. Van Aert heeft al een meter al, of 5-6. En Van der Poel ging nu niet meteen denderend die zandstrook in. Nee, blijf maar in het spoor. Woutje vertrekt. Hij gaat vertrekken. Woutje komt terug. En wat doet onze Nederlandse vriend dan? Beseffen dat hij hier weer wat terrein goed maakt. Naar Van Aert sprint weer weg. Ja, en dat was ook, het tempo was hoger bij Wout van Aert deze keer dan zijn vorige passage. Ja, ja, hij gelooft erin. Toon Aerts pakt niet over van Pauwels. Pauwels die even longte. Komt hij ernaast? Dat is niet het geval. Vermeers die moet... weer wat krasselen om mee te kunnen. Ja, ja. Hij zit wel met twee springers, terwijl dat hij hier van de fiets gaat. Ja. Je kent natuurlijk door al die verkenningen en de passages in het verleden dat parcours helemaal uit het hoofd op een top. Zweek is weggezakt. Te ver naar mijn aanvoelen. Hier hebben we Merlier en daar hebben we Schotten. Ja, gewoon om mee te delen dat Van der Poel hier rondrijdt met aldus Mark Dirks, zijn begeleider, gewone Griffo's. Wordt bevestigd, Paul. Ja, 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 dat is... ja, we hadden daar geen weet van, maar je ziet dat is niet normaal. Dat Van der Poel moet onderdoen door Wout van Aert. Dan kun je merken tot wat een tube eigenlijk in staat is.
snelste ronde staat op naam van Wout van Aert, voor wat het ook waard is. 7.11.7. Van der Poel 7.12 blank. Toon Aert 7.20.2. Walsleben 7.22.1. En Pauls 7.22.2. Nogmaals, het gaat om de gelijkmatigheid van die ronde tijd. Het kost wel krachten om de Kosterstraat iedere keer op die tubes omhoog te knallen. Hoe ver zijn we? 20 minuten ver. Zie je het mogelijk dat deze cross beslist wordt in de keuze van de banden? Normaal gezien, Wout van Aert kan wel wat hebben. Hè. Dus, vorige week was hij ook de sterkste beer in de koers, maar dan, je wint niet altijd. Maar hier kan dat meespelen, dat dat eigenlijk wel eens andersom zou kunnen uitdraaien. Laten we zaken nu eens omdraaien. Van der Poel staat 3 punten voor. Hij zou het zich kunnen veroorloven om aan dat wiel te blijven zitten en te zeggen van bepaal het tempo, maar ik zit hier goed. Ik vloer je dan straks wel in de slotronde en dan sta ik weer 4 punten los. Dat zal zijn tactische aanpak. Zal zijn, maar dat zit niet in zijn temperament, denk ik. Nee, dat zit er niet in. En de rekenmachine hebben ze niet bij. Gelukkig. Het kalmt op. Paulus, gevolgd door Toon Aert. Waar komt hij weer vandaan bij jou in de buurt? Een rijke worstel. Een rijke worstel. De gelijkheid. De handschoenen van de tenoren. Dat heeft iedere keer al vruchten opgeleverd. Vraag is of dat vandaag ook zo zal zijn. Je ziet Paulus weer een paar keer omkomen, inschatten. Weet dat hij op de Van der A-straat en straks op de Kosterstraat dat hij wel een handje kan gebruiken. Want als je daar alleen valt, dan denk ik dat dat dodelijk is. Ook gezien de wind. Ja, dat is niet leuk. De wind blaast er. Jens Adams is opgeschoven naar plaats 6. David van der Poel zou op 7 zitten. Dat is allemaal onder voorbouw. Het wordt wel bevestigd. Laurens Zweek zit op 8. Maar dat is al op 38 seconden. Klaas van Tornhout op 9. Filip Walsleben op plaats 10. Tom Meuse het op 11. Andermaal moet hij daar het evenwicht zoeken. En dwingt hij van Aert naar de onderste regionen. Je kunt wel wat verdragen met de Rino's. Gewoon een etage lager schuiven en nog grip hebben. Weer een prikje uitdelen, wat vaart nemen, dan die vaart weer wat terugnemen. Daar aan de tribunes. Schijnbaar ontspannen, Renat. Ja, schijnbaar ontspannen, inderdaad. Maar ze hebben dan ook een voetbalveld voorsprong. Letterlijk al is Mathieu van der Poel daar nog niet helemaal gerust op. Hij keek eens heel indringend naar links om de voorsprong te monsteren op de twee achtervolgers. Dat zijn nog altijd Toon Aert en Kevin Pauls, Jurgen met de penningen. En Toon Aert gaat dan wisselen en met de penningen gaat men dan nu iets... Kevin, zelf gaan nu. Kom op, joh. Ja, moet het? Ja, inderdaad, het is hoog tijd nu om zelf wel op kop te gaan rijden achter Mathieu en Wout. Het is het moment echt om initiatief te nemen. Ja. Dus hij heeft zitten wachten eigenlijk? Wel, zijn start was opnieuw niet super. Hè. Maar goed, het is nog niet te laat denk ik. Het is nu 20 seconden vermoed ik, iets minder, 15 seconden. Dus we zullen zien, de volgende ronde gaat volgens mij nu heel belangrijk zijn. Al dus Jurgen met de penningen over Kevin Pauls. Ja, als ik me dat goed herinner was Pauls al derde weg. Jawel, was netjes mee. Heeft de trein gemist. In de volgende fase. In de na-startfase. Ja, dan was er wat gedrum en dan heeft hij dat toch weer toegelaten. En dan, als ze dan vertrekken, ja, je moet, als je echt mee wil, moet je in derde positie zitten. Dat is echt de plaats die ertoe doet. Deze twee zitten op 15 seconden. Dat is niet ver. Nee, maar dat is anderzijds in die gym ook een eeuwigheid al. Ja. Het is geen minutencross, hè? Nee, als je me begrijpt. Nee, en ze zullen vooraan niet echt koppig worden, want anders is 15 seconden... Oh, wow, willen er vanaf. Oei, sprint van achter, het gaat uit. Waar is dat goed voor? Ja, dat is het steekspel, hè? Ja. Voor mij mag het zo zijn, hè? Is dat prikken of pesten? Het hoeft niet verbaal. Ja, dat was wel... Het mag op de velo. Ja, het mag. Laat ze maar doen. Chic. Ja. Het is niet zo verbijsterend slecht met die snotvalling. Renaat? Ja, ik vraag het Christophe Roodhoofd. Ik zag hem hoofdschuddend toekijken. Geen idee wat het betekent natuurlijk. Ah nee, Bart Wals vertelde hem op en ik vond hem helemaal niet goed. Eerlijk, een stuiver voor je gedachten.
Ja, nee, ik vind het goed. Hè. Mathieu koers nu, hij heeft net gedemarreerd op de weg. Hij zal nu weer een demarras proberen plaatsen op dat bergje. Dan gaan we subiet naar de zandbak, dan de balken. Dat zal ja, alle zeilen bijzetten voor Van Aert nu. Hè. Ja, we zijn nog niet eens half koers, hè? Nee, goed, maar ja. Je kunt een renner als Van Aert ook niet op 10 minuten eraf rijden. Hè. Dat gaat niet elke dag. Dankjewel, Christophe Roodhoofd. En dan even checken. Bart Welles, welke mop heb jij verteld? Niks. Hij valt volledig uit de lucht. Aan jullie. Probeer dat toch maar uit de neus te putteren van Welles. Maar vertel het niet als het dan echt schabouwelijk is. Het is een kerstsfeer, hè. Dat zit er dus ook in. Gun die jongens een pretje. Ja, het is donker, hè. Je mag wat meer vertellen. Vermeers. Vroet, maar Vermeers houdt wel stand. Ja, ja. Ondanks dat hij niet springt, is hij wel mee. Als hij hier een top 5 plaats zou uitpuren, dan zou je mogen spreken van een hele goede onderneming. En dat ziet er ook weer beter uit. De sporen zijn ook al wat breder getrokken. Ja, ze zullen allemaal wel kiezen voor die middenstrook. Daar is er gezwoegd, daar is al doorgereden. Net iets beter bereidbaar. Misschien is het wel een goed idee om daar een soort van zandmeester te zetten die bij iedere passage punten uitdeelt. Dus wat voor jou, dacht ik. Ja, zoals in het kunstturnen. Maar daar koop je weinig mee. Hier, Aerts. Een score op 10. Ja, dat was goed, hè. Daar valt niks op af te keuren. Geef een getal. Het is ook het is niet echt nodig. Maar het is ook geen zandstrook om u tegen te zeggen. Hè. Het is een niemendalletje. Oei. De kans is groot dat dit hem volgend jaar 2 keer zo lang is. Op, zakken. Chris Wouters, dan zit er bij Telenet Fidea. Klopt. Toon Aerts. Kan het nog? Het kan voor het podium, denk ik. Hè. Als je moet eerlijk zijn, de twee beste rijden vooraan. En dan daarachter gaat het om de derde podiumplaats tussen Kevin Powell en Toon Aerts. Ook Gianni Vermeers gaat nog meedoen. Maar hoger dan de derde plaats, dat lijkt mij onmogelijk. Dus jij speculeert niet op misschien de rivaliteit die tussen Van Aert en Van der Poel? Want ja, dit kan toch niet blijven duren, hoe ze elkaar nu behandelen? Ja, kijk... Dat is aan hun om uit te maken hoe zij racen natuurlijk. Ze gaan een beetje, ze kijken wel af en toe een keer naar elkaar en ze prikken een keer naar elkaar. Maar ik denk niet dat ze het zo gaan laten stilvallen dat die derde ook nog er gaat bijkomen. Ja, maar hij rijdt wel goed natuurlijk, Toon Aerts. Maar absoluut, hè. We zijn zeer tevreden over de prestatie van Toon Aerts. Hij is degene die al een trui gepakt heeft dit seizoen. Die nemen ze hem dit seizoen niet meer af. Dus we zijn daar zeer tevreden mee. En hij rijdt nog steeds op een constant hoog niveau. En dat is alles wat wij van hem verlangen. Hartelijk dank, Chris Wouters. Graag gedaan. En hij zit inderdaad op die derde plaats op 20 seconden. Dus is daar een seconde of 5-6 bij gedaan. Dat heeft dus alles te maken met die geweldige aanval van Van der Poel op de Korte Straat. Volle galet omhoog, zeggen ze hier in Brabant. Ja, dat is ook zo. De ene links, de andere rechts. En toch komen de mensen hier in grote getalen naar buiten. Hè. Dat vind ik wel chic. Per slot van rekening is het zoeken naar een Brabander in met allure. Paastaans. En die zit ver. Ze hebben wel wat opgebouwd natuurlijk. De traditie. Dat gaat niet zomaar weg. David van der Poel doet het goed. Hij rijdt in positie 6. Dat is op 39 seconden. Dat is op goed 17 seconden van Vermeers. Jens Adams zit op 7. Laurens Zweek op 8. Op 3/4 minuut. Toon heeft ze gezien. Einde ronde 4. Dat is nog lang, hè. Ja, dat is wat af. Powell sluipt weer wat dichter. Meter of 6. Het moet enerverend zijn voor Vermeers dat hij altijd dat gevoel heeft van ik ben wel goed, maar ik kom niet echt een meter dichter. Ja, dat is zonde natuurlijk. Renat. Ja, de positie van Gianni Vermeers, Bart Welles. Beschrijf die eens. Ja, ik ben heel gelukkig dat hem daar hangt. Zelf, alleen maar voor Gianni zelf. Dus het is altijd wel net niet. Hij zou beter in het wiel rijden van Kevin. Maar ja, natuurlijk. Dus, we zijn al blij dat hem op positie 5 hangt. Dus, Hij raakt er net niet bij, hè? Nee, net niet. Dus daarnet was hij dan terug in het wiel en maakte hem een kleine slipper. Is hem er terug. Maar deze positie, als hij die kan vasthouden, we zijn
echt gelukkig als team. Dus als ze daar al rijden, was in het begin van het jaar wat minder. En is stilletjes aan een heel hoog niveau aan het rijden. Een periode van de waarheid zit eraan te komen. Ja, het is dat. Het wordt heel belangrijk. Hè. Een heel, heel belangrijke periode, drukke periode, kampioenschappen, selecties ook. En ik denk op deze moment dat hij alleen maar groeiende is. En dat is mooi om te zien. Dankjewel, Bart Wellers. Spel de prik van Van Aert. Het was wel een spel met een dikke kop, als je het mij vraagt. Maar toch voelt hij van, ik krijg hem niet af, dus dan weer tempo drukken. Ja, dat is niet slecht gezien. Als je weet welk schoeisel je aan hebt, een strook, dan moet je het daar maar proberen. Voor Arnaud. Maar de klat zat er daar nu wel heel even in bij die passage door de materiaalzone. En daar kunnen ze van profiteren. Kijk, hier de top voor achtervolger Aerts. Dat is op 13 seconden. 14 zijn het er dan voor Paulus. Dus, maar ja, dat blijft natuurlijk een kloof van betekenis. Ja, ja, ja. Kijk naar de wind. Er zijn zo van die stroken die alle goesting wegnemen, hè, om te soleren. Ja, dit loopt parallel met de Kosterstraat en dat is knaller op. Dus, denk ik, ze hebben elkaar nog wel een poos nodig. Toch nog even. Gaat dat weer de finale zijn waar dat het gaat gebeuren? Hard tegen onzacht en andersom. Ja. Aerts wordt nu op 11 seconden gemeld. Dus Powers ook. Daar rijden ze inderdaad. Ja, ja. Ze gaan komen. Dat is zelfs al iets minder. Dat zijn geen 10 seconden meer. Van voor treuzelen. En hier echt geloven. Treuzelen. Dan krijg je bij een passage van een handlanger het verschil 10 seconden. Maak dat je erbij bent en dan gaan zij weer doorvlassen. Nummer 1, nummer 2. Het ligt niet. 13-10 is de stand. Uit balans. Hou er ook rekening mee dat Van Aert er vroeger aan begonnen is. In de Verenigde Staten al. Met 3 stuks op een rij. En Gerardsbergen er ook bij. Dat Van der Poel door die dubbele operatie linker-lechterknie, dat hij later in het pad gekomen is. Naar het klimmet. Aerts, wat nerveus over pakken Pauls. Allee, Gianni. Zo dicht was je nog nooit. Wat gaat hij niet doen in een windgat? Over pak. Vermeers, nog even. Kom aan, jong. Klets hier naar boven. Dat heb ik de indruk met een wat groter verzet dan de twee. Ja, ja, dat was een tandje te groot. Pauwels is ongerust. Voelt de nattigheid van West-Vlaanderen komen. Maar het blijft wat het is. Het is altijd op die 10 meter blijven hangen. Hier voor Gianni. Toch zijn ze weer uit beeld, kinder. Tempo's omhoog gegaan. Van Aert heeft een opening gecreëerd. En nu, Mathieu van der Poel. De druk weer op jouw schouders, want dit moet weer vlekkeloos gebeuren. En nu een tussensprintje plaatsen om naar dat wiel te gaan. Ja, Van Aert zet door. Hoe vaak kun je dat terugkomen? Goeie passage van Van Aert. Oh, Van Aert die omkijkt. Ja, dat is hetgene dat we graag zien. Dat is lef hebben. Aert die tot 2 keer op rij omkijkt. In de afdaling IJssel nou weer aan het wiel. Maar je moet er wel helemaal op zitten hier in Diegen. Vermeers heel moeilijk uit de zandbak gekomen. In dit stuk verliest hij altijd weer wat terrein. Ja, en dan moet hij weer een hele ronde lang knokken om terug in het spoor te komen. Vliegtuiggeweld boven onze hoofden. Ja. Het is altijd wel even schrikken als je hier zit. Wat moet dat dan zijn als je hier woont? Hopen dat het went, zeker. Snelle ronde van Van Aert. Ja, ja, zeker. Maar u moet echt op de trappen staan. Snelle ronde van Van Aert. Deelt mokerslagen uit.
wil hem op die manier afmatten. Voordeel van Aert. Over 3 dagen moeten die mannen weer aan de bak. Ai. Heeft Van Aert dat gemerkt? Ja, hij heeft zo weinig comfort met zijn tubus, maar heeft er uiteindelijk voor gekozen, Mathieu. Ik denk dat Van Aert het in de mot heeft, neemt die bocht daar bijzonder kort. Maar dat doet ook Van der Poel. Van der Poel kiest nu ook voor de traditie van Van Aert. Lopen. Weer wat zoeken bij het instappen. Als hij niet de materiaalpost binnen gaat, gaat hij op zijn eigen terrein geklopt worden. Vanwege die hardnekkige keuze voor Griffos. Ja, ja. Dus echt voor gekozen om goed omhoog te rijden, snel omhoog te rijden. En dan schiet je tekort in de vettigste bochtjes. En hier, in deze miserie, toch komt hij daar weer uit. Dit is een trap die daarvoor Van Aert uitgespreid ligt. Er ligt ook zo'n trap op het parcours van het WK in Bielis. Fantastisch hoe dat... Daar ligt ook een heuveltje op pakweg 300 meter van de streep op dat WK. De eerste lekken zijn er. Over de toestand ging erachter. Einde ronde 5, nog 4 stuks. Lange cross. Dat de mannen van de Kemp, hè? Ja, dat is dan toch weer onmiddellijk bij die versnelling, bij die snelle rotronde van Aert. Een verdubbeling, hè? Kijk eens, van 10 naar 20. Ja, dat is terugkomen omdat ze het vooraan iets laten terugzakken. Het zijn wel motoren. Ook van Aert. Ze hebben al vaak gemerkt dat hij niet kapot gaat aan het slot. Dat hij ook nog een goede slotronde heeft. Dit is Vermeers. Voeling verloren. Ja, spijtig. Maar wel een zee van ruimte voor op nummer 6. In de achtergrond. Wordt daar met bier gekieperd. Ja, of toch geraakt. De pint was op het parcours. En dan, dan kom je daar plots een renner aan en dan vliegt die pint de lucht in. Van Aert heeft beslist dat hij voordeel wil halen uit de keuze van zijn tubus. Ja, heeft het ondervonden. Kan vreemd klinken, maar volgens de voorspelling die ik gezien heb, zou het rond deze tijd ook wat warmer worden. Heeft dat gevolgen voor de bodem? Dat denk ik niet. Zelfs Walter, wat zeg ik, Jo Plankaert is van de partij. Ja, ja, ja. Staat hier langs het parcours met een dikke pint in de handen. Ja. Het is gezien. De wissel. Renaat, er is gewisseld. Er is gewisseld en wat die pinten betreft, we wish. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen, de gevoelstemperatuur is behoorlijk laag. 5 graden geeft de temperatuur, heeft de thermometer aan, maar door de wind voelt het aan alsof het vriest eigenlijk. Oké, dank je voor de info. We waren niet klaar bij Van der Poel. De fiets niet netjes aangepakt. Gelukkig was daar geen volk achter. Waar ben je streng? Ja, pas ook, de fiets is op het parcours komen liggen. Stel u voor dat de derde er was, ja, dan kwam je daar frontaal opgereden. Doet als in Formule 1. Ja, misschien hadden ze het niet zien aankomen, niet verwacht, maar het was er ineens. Hè. Van Aert ging binnen en dan kun je best meeschuiven. Dat is ook vaak de nervositeit. Hè. We hebben ook al wel eens gezien dat een fiets gewoon onder de kont uitgetrokken was en daar lag hij dan. Ja, allemaal gezien. Waar de nervositeit altijd in de Kempen hangt, in het noorden. Moeten we ook nog naartoe, volgende donderdag. Houdt niet op. Daags nadien Bredene? Ja, na Loenhout. Met Stiba. Met Stiba. En op 26 december in Zolder, Heusde Zolder, met Boom. Prijs van Boom, €3000. Veel is dat niet. Renaat. Ja, ze hebben beide gewisseld. Beide rijden rond op hetzelfde schoeisel, die Griffos dus. Nee, zegt Paul. Nee, ik denk Rinos. Ik denk dat Renaat nu weer de post binnensluit om dat na te vragen. Ja, ja, dat mag hij natuurlijk. Hè. Dus, maar daar straks was er een verschillende keuze tussen de twee. Ja, als het echt schuift, dan moet je wat doen. De Verenigde Troepen van Vastgoedservice daar in de achtergrond. Met Jens Adams.
en Merlier. Merlier vertrekt daar dus. Hè. Renaat? Ja, nog eens gecheckt en volgens de begeleiders van Wout van Aert rijdt hij ook al de hele tijd rond op die grifo's. Oh, oké. Goed. Hij zit er helemaal op in die materiaalpost. Deze twee komen weer wat terug. Kevin met de rug wat stijfjes. Maar wel op 13 seconden. Is dat nu een spelletje? Gaat die mannen hier vooraan spelen? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat ze alle twee wel bevreesd zijn. Af en toe een prik uitdelen. Het Van Aert zien groeien in de wedstrijd. Ja. Maar anderzijds, hoe dichter bij de streep, hoe dichter bij die slotronde, komen weer die doemgedachten. Hier zit ik er weer mee, hè, met hem. Ja, ja. Maar aan de andere kant, er is geen obstakel waar dat Van Aert bevreesd voor moet zijn. Ook de balken deze keer niet. Dat is voorlopig verleden tijd. Hij springt er even vlot over. Zandbak, geen probleem. Hebben we de snelste, de beste van der Poel bij die balken al gezien? Ik denk dat er niet echt... Vraag ik mij af. Ja, ik denk niet dat er meer mogelijkheden zijn vandaag. Opletten. Opletten. Van Aert heeft bewust overgepakt nog voor de zandstroom. Van Aert gaat de tempo weer de hoogte injagen voor zover dat al kan. En hij doet dat. En heeft dan ook de gewoonte om alles uit die rug te persen om dat tempo hoog te houden. Maar het is zeker te doen wat hem betreft om het nog sneller te doen. Ze zijn inderdaad erg dichtgekomen. Zie je, Van der Poel springt braafjes, bedeesd. We hebben hem al zien vliegen, hè? Ja, ze liggen, balken. Ze liggen hoog en dicht bij elkaar. Ja, probeer daar nog maar eens een halve seconde extra te winnen. Dan heb je stokhout. De public address zegt 16 seconden. We gaan dat volgen. Vermeer zit op 26 seconden. Jens Adams op 6 op 44 seconden met Merlier zijn ploegmaat. Klaas van Tornhout zit op plaats 8. Laurens Zweek is teruggezakt naar 9. David van der Poel is 10. 11 is Walsleben op plaats 12. Rijdt Dieter Zweek. Tom Meusen is 13e. Ik heb me vergist. Ik dacht dat hij hier een erezaak ging van maken. Ja, net niet, toch niet? Van de eerste ronde niet mee. Als het dan al is gebeurd dat de grote het even laten begaan, loslaten, dan is dat in Zolder. Daar heb je soms wel eens een vreemde vlerk in de uitslag. Ja, of Luno. Dat kan ook. Misschien is Meusen daar wel mee bezig. Daar won hij vorig jaar, Renaat. Ja, bij Mark Janssens, ploegleider van Laurens Zweek. Een beetje in de achtergrond, Laurens. Is er een verklaring? Nee, want we hadden gedacht dat hem dit weekend terug beter ging zijn, want verleden week was hem ziek. Koes aan het lange getrokken toch, vierde, vijfde. En nu hadden we echt genezen, dus... Maar ja, ik heb er geen verklaring voor. De start misschien? Ja, de start was goed, denk ik. Hè. Ik denk dat het bij de vijfde eerste weg was, dus daar kan niet aan liggen, denk ik. Hij heeft misschien wel een paar lastige ronden in het begin altijd, maar dan komt hij meestal door, maar vandaag precies niet. Is het parcours, is hem niet helemaal hersteld. Ik heb geen idee, maar het is nog een cross of 3-4 deze week, dus... Misschien dat hij nu al tegen zijn eigen zegt van kijk, het is maandag wereldbeker en vandaag lukt het toch niet om iets te forceren en ik ga alles op maandag zetten. Ik weet niet wat er is in de kop gaat. Laat hem vragen om maandag. Dankjewel, Mark. Dankjewel. Je moet natuurlijk wel aan zijn klassement denken. Je mag het niet helemaal laten gaan, want hij zit op plaats 3 in dat klassement. Jij wees, Paul. Ja, slipper van Wout. En dat was pats een seconde. Heeft wel voldoende marge op Jens Adams en die ziet heus niet zo ver voor hem uit. Slechts twee plaatsen. U weet dat het punt per punt is in de superprestige. Dus die derde plaats gaat hij wel consolideren. Woeps. Te veel fors. Zie je onmiddellijk die spanning op die dij. Gigantisch. Beer. Daarnet een goede 15, 16 seconden. Hier zijn de 20 weer. We gaan naar 23 seconden voor de twee Kempenaars. Vermeer is nog altijd in beeld. En dat is goed. Houd vol. Gianni is een vechtjas. Gianni Vermeers. Van het team Stijlaarts. Is Van der Poel aan een prikker onder toe? Zie je? Ja. Bovenaan blijven. Snel. Niet bijgecorrigeerd deze keer. Ik weet het niet.
Of als ze de waarheid verteld hebben in de post. Maar hetgeen dat ik zie is dat hij heel goede grip heeft. En ik ga er verder niets meer over vertellen. Dus je hebt een vermoeden dat ze in de post wel eens verkeerde dingen kunnen op de neus spelden. Oh, daar maken ze u wat wijs wat ze eigenlijk willen. Hè. Dus, niet dat het nodig is of dat het gebeurt, maar het is de kunst om het zo lang mogelijk te verzwijgen. Dit is de zesde cross van acht. Het leuke van het verhaal is dat de crossen die nog komen, Hoogstraten en Middelkerken, voor dubbele punten gaan. Speciale formule. Jij trekt je neus op. Ja, dat is een speciale formule. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, ik zou niet weten waarom dat de ene koers minder betekent dan de andere. Dubbele punten. Misschien om in een klassement nog een verandering teweeg te brengen. Ja. De spanning mag erin blijven natuurlijk. Dan is de eenheid in de reglementering weg, vind ik. Ja, maar stel u voor dat je in het begin van het jaar geweldig goed bent en je wint er daar een stuk of vier. En aan het einde slapak je. En wat dan? Maar opgelet, we hebben dat in de Wereldbeker ook gehad. Hè? Slotcross, dat was een idee van Adrie van der Poel, de vader van deze jonge van der Poel, van Mathieu. Oei, wilde brassen. Dubbele punten in de slotcross, dat kostte Nijs de Wereldbeker in 2004. Ja, ik ben daar geen voorstander van. Punt. Renaat. Ja, gaan we nooit vergeten natuurlijk. In Pijnakker, de fameuze uitspraak van Sven Nijs. Aanval van Aert. Allemaal de boom in. Aanval van Aert. Van achter het gat. Lik op stuk. Zo heeft Van der Poel dat namelijk ook wel eens geprobeerd. Ja, is mooi hè. Ja. En het is gaan zitten en het is terug rechtstaan. En hij trekt door. Het is werkendag. In de stijl van de tijdrijder. En dat kan hij fantastisch. Dus daarom dat ik ook bij het naar hier toe kom bedacht van dit is eerder voor Van Aert. Gezien die lange rechte stukken. Die tempo stukken. Ja. Die Albert stukken. Tot hiertoe geef ik Wout van Aert weer de betere voorlopig van de wedstrijd. Maar nogmaals, geen garantie om te winnen. Er is hem ook nog niks overkomen in tegenstelling tot vorige zondag. Totaal niet. Technisch ook, naar mijn gevoel, op dat ene slippertje na, foutloos. Dat kun je natuurlijk in namen niet zeggen. Nee, daar kun je niet onderuit. Want daar was de laatste schuine kant wel veel betekenend, hè? Amai. Plat op de buik. Ik heb het over de laatste ronde waarvan de Poel plot midscheeps voorbij schoof. Daar zag je de verschillen. Ja, dat is waar. Tot leven laten komen. Dus de laatste twee ronden niet aan blok gereden. Van der Poel hersteld. En dan weet je tot wat hij in staat is. Die twee lijken ook aan elkaar gewaagd. Dus conclusie. Pauwels de op 1 na betere. Die krijgt over andere cross het gezelschap van een andere compagnon. Ja, die moet iedere keer knokken. Als ze er niet zouden zijn. Het is een keertje Aerts, het is een keertje Zweek. Daar zit wel wat afwisseling in, wat de vierde man betreft. Het is altijd wat, ja. Andermaal, hij, de wereldkampioen op kop, moet er wel af. Ja. Moet er wel af. En nu? Wat doet Van der Poel daarmee? Deurtje dicht gedaan. Knap, professioneel, van Wout van Aert. Temporair. Kostkrachtig. Toch altijd maar met een bang hartje toekijken als Van Aert jump. Stel je voor dat het daar dan moet gebeuren. Het is al wel knap dat hij het op deze manier afwerkt. Als je ooit eens een keer gevallen bent, sleutelbeenbreuk, dat vergeet je niet snel. Dat is ze namelijk overkomen. Vandaar de terughoudendheid in dit onderdeel. En Vermeers, nog altijd alleen. Was er nog meer volk op komst in de achtergrond? Ja, er was wel wat. Er was beweging. Dat moet dan Adams zijn. Of Lange Klaas. Hier is een gaatje. Dat zijn 20 meter. Daar is je het steegje al uit. Dan komt daar dan de dolle afdaling achteraan. Maar hij smijt zich niet. Nee, hij is niet zin is om door te gaan. Tempo rijden, oké.
hier is Wout wel heel vlug. En dan die fiets naar het... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Zijn handigheidje, dat zijn de trucjes van de voor. Doen. Ja, Renat. Ja, bij Christophe Roodhoofd, die lachend naar de laatste fase zat te kijken naar die slow-mo. Ja, nee. Het is altijd nog mooi om te zien. Ja, Van Aert moet even van de fiets en hij probeert Mathieu te verhinderen om hem te passeren. Dat maar, allee, op zich geen probleem natuurlijk, maar... Professioneel. Ja, dus ik denk dat is een heel menselijke reactie. Dat, ik denk dat je dat automatisch bijna doet, dat man over. Kijk, allee, ja. En nu, wat Mathieu, gaat hij er nu voor? Nee, hè? Ja, ze demareren om beurt eigenlijk, hè. En ja... Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik heb niet het gevoel dat Mathieu echt vol aan het rijden is nu. Eigenlijk. Ai, ai, ai. Dankjewel. Problemen. Ja. Problemen. Vermeers. Jawel. Allee, nog eens een keertje de Van der Aastraat op, maar dat is nog een eind, hè, Paul. Dat kan hij niet redden. Dat kan hij niet redden, Vermeers. Hij moet dus heel dat voetbalveld nog aflopen. Hij moet deze straat nog doen. Onbegonnen werk. Ik heb Nijs hier ook een paar keer te voet zien staan. Nog wat verder afmatten. Zij daar nog in de bochtenzone. Ze moeten de trap nog op. De twee koplopers zijn het gat al uit. Dus dan gaan we nu naar een dikke halve minuut voorsprong voor deze twee. Ja, Van der Poel op zijn best terug. Met zwier, met flair door die bocht. Die combinatie van bochten. Richting voetbalveld. Het is om beurt te jagen nu. Schuine kant. Om beurt te jagen en daar proberen boven te blijven. Dat gaat een stuk vlotter dan bij de eerste beurt. Dat moet toch door die wissel zijn. Hij kan plots alles. Maar dan komen die lange stukken. En dan gaan we nog wat meer... Je moet eens kijken naar Van Aert, hè? Naar de kromming in de rug. Er weer naartoe. Ja. Pauze is hier gepasseerd, luister goed, op 43 seconden. Plots de klap. 43 seconden. Idem dito, Toon Aerts. Renaat. Ja, Van der Poel houdt in. En net voor de brug gaan we dan naar een samensmelting bij de twee. Dus opnieuw twee leiders, maar je zag hem zichtbaar inhouden. Adams is gepasseerd op 1 en 7 op plaats 5. Laurens Zweek zit nu op 6, op 1,20. David van der Poel op 1,21. Merlier is 8, Klaas van Tornhout 9, de Meeuwse 10. Vermeers is er vooraan dus tussenuit gevallen. Dat is zonde. Vertek het toch. Ja, dat is echt zonde. Dat kon hem niet meer ontsnappen, die vijfde plaats. Als het in de laatste ronde moet, dan gaat er een spektakel worden. Ja. Hier komt hij. Respect, jongen. Respect. We hadden jou zoveel meer gegund. Ja, het is nog echt ver. Het is niet hoopgevend zelfs. Ja, dan kom je ver. Hè. Dan zit je op plaats 13 plots. Van 5 naar 13. Meedogenloos. De elleboog. Kom, overnemen. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. En proberen niks te verraden. Niks in die blik leggen, dat wijst op afzien. Als de kopman omkijkt. Wat is er hier in de maak? Ho, ho, ho. Een pre-kersttrilletje. Ja, wees er maar zeker van. 20.000 man naar schatting. We mogen toch wel wat hebben. Je twijfelt aan de cijfers van de Rijkswacht. Ja, het is gewoon minder dan de vorige editie. Ja, dat kan niet anders. Welke plannen hebben ze gesmeed? Alles ligt nu vast.
Voor een goed begrip, Kevin Pauwels heeft in dit klassement niet echt veel te zoeken. Hij staat op een 7e plaats. 45 punten. Leuk is wel dat Toon Aerts net voor hem staat met 47 punten. 2 puntjes verschil. Dus als hij voor Aerts komt, dan komt hij wat dichterbij. Dan kan hij stilaan aan de opwaartse trend beginnen. Ook Klaas van Tornhout staat slechts 2 punten voor hem uit. Dus Pauwels kan toch een zaakje doen in dat klassement. Klaas van Tornhout is 9e in de race nu, Renaat. Ja, je moet het zien langs de voetbaltribune. Alsof hij met hij peddelt met zijn fiets. Het is vreemd om te zien. Gianni Vermeers, maar wat een moed. Ja, je ziet het nu in beeld. Niet te doen wat hij nu heeft afgezien. En hij gaat wisselen. Gebroken, ontgoocheld, leeggelopen. Gaat er zelfs bij liggen, bijna bij manier van spreken. En zo vertrekt hij opnieuw. Rug papa, nummer 13. Papa Stefan gaf hem zijn fiets. Ja, 13. Het heeft al meerdere dingen veroorzaakt. De zandstroop. Die smalle gleufjes, die trechtertjes zoeken. Flitsend van der Poel. Van Aert. Die kan desnoods het Noordzeestrand openploegen. Dat kan hij straks gaan doen voor het Belgisch kampioenschap. Ja. Daar is er een hele strook voorzien. Dat zal Toon Aerts ook wel liggen. Misschien is dit wel het podium van het Belgisch kampioenschap. Van Aert, Aerts, Pauwels. Dat gaat vooruit hier. Knappe passage van Toon Aerts. Ja, ja, ja. Dat heeft hij ook in de benen. Ja, en dan heb je dat gevoel om even achteruit te kijken van is het gelukt, is er een gaatje. Die jongen heeft een hoog technisch vermogen. Dat zou je gezien zijn gestalte niet zeggen, maar kijk eens de snelheid waarmee je die balken pakt. Hij kan het dan ook nog. Ik heb hem nooit of nauwelijks iets fout zien doen op die balken. Hoe is het met Niels? Albert dus? Niels Albert, wat denk je nu? Ik denk niks, Jan. Je wil het niet prijsgeven. Ja, we hebben vooraf voor de koers gezegd dat we tot op 2 ronden van de einde een bepaald soort koerstactiek gingen aanhouden. En, heeft hij dat gedaan? Dat heeft hem voorlopig gedaan. En in de laatste ronde hadden wij eigenlijk ook een plan. Dus ja, we zullen zien of dat lukt. Dat dat leidt tot succes, dat weten we nooit. Het zou een ideaal scenario zijn, maar ja, het hangt van tegenstanders af. Daar ga je dus niks over zeggen, over dat plan van de slotronde. Het is geen groot geheim, als eerste over de meet komen. Dat is geen plan, hè. Dat is het doel. Dat is ook een plan, hè. Nee, hij moet proberen gewoon. Ja, dat park is cruciaal, hè. Ja, aan die boom waar ze nu zijn, moet hij eigenlijk de koppositie hebben. Zo gaan zien dat alles daar gaat. De rest is van geen belang in de laatste ronde. Voilà. Dankjewel, Niels Albert. Dat speelt hem vaker, parten, dat instappen in die pedaal. Mathieu van der Poel. Daar kan het bijvoorbeeld aan liggen. We gaan zo stilaan naar die slotronde. We gaan het nog eens bekijken. Daar is het opspringen en dan heb je weer dat uitglijden. Dat wegglijden van die trapper. Dat heeft de wereldkampioen in de mot. Ja, ja. Hij was bevoorrecht getuige. Een lange koers. Het uur is bijna rond. Nog bijna laatste keer te trappen. Er is een neiging om ook die regelmatigheidscriteriums crossen te verlengen. Een ronde meer. Ja. Opgelet. Het is bijna 9 uur, hè? Ja, de klok is rond. Die mannen rijden volle bak. Dat wordt moeilijk inslapen straks, hè? Ja. Dat was... absolute zekerheid. Dat was aangehaald door Van der Poel, die dat zei van... Oei, de slaapvatten, dat is iets anders. Al die adrenaline opstoten, die tikker die hoog opgejaagd is... Die heeft nog wel een tijdje nodig om zich te zetten. Te leggen. Aerts is aan zijn werk begonnen. Geeft niet af. Zet al een hele tijd Pauwels onder druk. Weet natuurlijk dat hij daarvan af moet. Oeps, dat ging snel. Hoe vaak hebben we nu al gezegd dat Van der Poel meer middelen heeft, meer troeven in de slotronde om het af te maken? Dat hebben we aangehaald. En dat is ook bewezen. Maar vandaag... Van Aert is zo sterk.
fantastische slingerbeweging, ook iedere keer weer van de aard. Doet het zo perfect, is mee. Bijt zich vast in dat wiel. Bijt zich vast in zijn eigen verbetenheid. En dan het moet nu vandaag. En dan valt het stil langs het voetbalveld. Wat gaat hij doen? Gaat hij overnemen of colleren? Het tweede. Het tweede. Nu zo meteen de grote doorsteek. Naar het klauterwerk. Naar het windwerk. Ja, wie gaat het daar doen? In de straat van de Koster. Of de Kosterstraat. Dat is Toon Aerts. Hoe ver ligt hij voor? Is Pauls wat dichter gekomen? Of nog verder weg? Status quo. Ja, ongeveer hetzelfde. Dit is niet evident om hier... Ze staat stil. Ze staat stil. Hier zit je met die wind. Dat is gekke werk. Zeker als je aan elkaar gewaagd bent. 20 seconden. Dat zal nu nog 15 zijn. Van der Poel die duurt. Aerts komt inderdaad op 15 seconden. Onwaarschijnlijk wat die Kroon hier allemaal gedaan heeft. Ja. We komen van 40, hè? Ja, het zit er nog niet op. Tempo is er nog uit. Daar is heb je Aerts. Ja. En daar heb je Pauls. Ja, en die is op dreef, Toon Aerts. Die hijgt. Die heeft heel veel in die poging gestoken om van Pauls af te kunnen. Hier is Pauls weer terug. En Pauls, zou die nu niet eens denken van ik ga de doorsteek maken en ik ram door naar voren? Daar komt een aanval, Owendon. Hij zit klaar. Maar blijft nog altijd braafjes zitten. Met een finale rijder naar de finale gaan, dat is lef hebben. Kun je het riskeren om die man later terug te komen? Denk want dan heb je mogelijkheid, of mogelijk vringers. Begrijp je? Ja, helemaal. Die de orde komen verstoren. Ooit de koers mee verloren. Danny de Bie, kokzijde. Ik ben er nog lastig voor. Dat blijft dan hangen. In de pad rijden. Daar even verdonkeren, maand. Die boog is ook al gaan liggen. Wat is het wordt hier? Tijd dat het erop zit. Wanneer? Van Wout van Aert, gaat het dan in de zandstrook zijn? Langs de voetbalvelden. In de aanloop naar die zandstrook dan? Ja, in de aanloop. Daar gaat Pauls. Beweging van Pauls om Aerts voorbij te komen. Heel even buiten om Van der Poel. Zet zich dan wat breed. Belet van Aert te passeren. Daar gaan we nu, naar die zandstrook. Zoetje zand. Eerst nog de dieperik in. Het gaatje in hier. Beugeltje omhoog. Uit de wind. En dan komt er een strook van 300 meter. Pauwels dreigt aardselijk op stuk te geven. Pauwels is helemaal. Pauwels dus weer voor plek 3. En vooraan. Demarrage van der Poel. Ja, Van der Poel wil het niet laten gebeuren dat Wout komt, maar... Gaat dat lukken? Demarrage van der Poel. Amai mijn oren. Allee, alles open nu. Zandbak. Niet meer weglopen nu. Hier blijven. Ja, en nog perfect op. Wie in de fout gaat, is verliest. Gezien. Eruit. Alle twee eruit. Van Aert moet andermaal diep tasten. Moet andermaal diep tasten. Nu tegen 35 over die balken. Van Aert houdt daar wat meer in. Komt er wel overheen. En dan onmiddellijk een sprintje klaar. Het is weer om duim en vingers van af te likken. Die strijd is hier gestreden. Ja, het is de rode vod. Het is nog maar 1 kilometer. Hop, Sakai zegt Pauls. Die potjes. Mei. Kan nog allemaal, hè. Het kan nog allemaal keren. Je mag niet opgeven. Gaat als een gek te keren. Nooit redt hij zo snel. In deze cross. En toch komt Van Aert wat terug. Zal wel. Toch zegt Van Aert, niet met mij deze keer. Het zijn wel 2,5 seconden. Maar andermaal is hij de jager. En is de haas weer ultrasnel.
hoe moet je dat nog rechtzetten? Niet in het steeg. Hammers in doog nu, de afdaling. Hij gaat zich platleggen. Het worden er 6. Ja, 20. Dan dat kontje ligt. Moet zich toch even bekomen. Ja. Daar loont misschien een kans voor Van Aert. Daar in dat late uitremstuk. Die bocht, die U-turn. Kijk naar dat aangezicht. En hier die gevaarlijke afdaling. Hoho. En in dat kopje van Aert van de Lillenaar, het is toch weer niet waar zeker, hè? Heb ik het nu weer zitten? Dat kan toch niet? Dat instappen, dat gebeurt nu wel goed. Dat gebeurt nu wel goed. Dit zijn de laatste snokken. 2 seconden. Er mag niks fout gaan. Twee seconden. We gaan naar de drek. Hupskee. Dat was ronde 1 en ook de laatste. Nog 300 meter. De vettige bocht komt eraan. Met een zwieper. Recht blijven. En dan naar boven hollen als een gek. Het is binnen. Hij is razendsnel in dat trappenlopen. De wereldkampioen. Maar het is footsie. Hij is weg. Hij is ribbedebie. It's over again. Hoeft er niet eens meer een sprintje vooruit te persen. Al zet Van Aert zich nog eens dubbel en dik in. En komt Van Aert nog akelig dicht. Maar hier is de streep. Van der Poel zet zich nog eens recht en wint dan voor Van Aert. Een beetje uitdagend toch, aan het slot. Amai. Ja, dat is echt op het scherp gestreden, hè? Ja. Dat is even een afbotting van de messen geweest, hoor. Paulus is derde. Andermaal derde. Het is een doorslag, cross na cross, van der Poel, van Aert, Paulus. Hoe moet je die nu aanpakken? Ja. Met welke handschoenen? Dat wordt dan een nachtmerrie, hè? Ja. Ook al ben je tweede, want uit de top 2 krijg je Van Aert niet. Maar het is weer van je dat. En hier is Aert, die lang gedacht heeft, ik ga mijn kampioenentrui showen op plaats 3 op het podium. Niet. Op 39 seconden. Het is en blijft een wonderbaarlijk schone sport. Van der Poel, Van Aert, Pauls, Aert. En dan moet Jens Adams komen. En die komt daar nu, in het rechte eindje. Jens Adams, die gaat dichter bij Zwee komen in het klassement. Het kan misschien om een puntje gaan, hè. Het doet veel meer dan dat. Hij rijdt sterk, ja. Iedere keer achteraan vertrekken. Niet evident om te passeren. Hij is vijfde. David heeft het uitstekend gedaan. Goeie. Dus back in town. Dus zesde. Merlier is zevende. Allemaal punten weg voor Laurens Zweek. Tom Meuse is nog naar acht gekomen. Ja. Die heeft er een stevige training van gemaakt aan het slot. Klaas van Tornhout is op 9 gekomen. En dan is het uitkijken naar Laurens Zweek. En die komt daar aan. Dat is een tegenvaller. Ja, dit soort parcours, dat kan hij normaal beter. Zeg de dingen zoals ze zijn. Het valt tegen voor Laurens Zweek. Zijn broer eindigt op 11. Een plaats na hem. Hij reed ook niet goed door het zand vandaag. Nochtans een specialiteit. Dit is Dieter Zweek op 11. En dit is Mario de Klerk. Nou, langs de Honi. Dan is Bietje niet ver uit de buurt. En ze staan weer op het podium. Maximum in een televisiecross. Ja, maximum eruit gehaald. Een insider heeft me verteld dat de basislonen bij Marlux zouden verlaagd worden. En dat in tegenstelling dan de premies wat zouden verhoogd worden. Aha. Een insider, hè? Dan gaat er daar maar eentje de vruchten van plukken. Spals. Hier is Walsleep. Op plaats 12. Hier komt Meissen. Marcel Meissen. Die gaat naar een 13e plek. Komt Soete eraan, erachteraan? Ja, dat is Daan Soete. Ze hebben het allemaal, dat trekje. Handje klap met de mensen langs de kant. Dit is Esteban. Die heeft een paar crossen in Spanje gewonnen, van die boomcrossen. Aha. Ja. Ja. Dan kan hij wel Igor, wat. En consorten. Dat was in de slotronde, hè? Dat was de slotronde. Kijk, dit is echt uitdagend, hè? Van, ja, doe maar, jongen, maar je komt er echt niet bij, hoor. Ja.
Strafe gast. Nummer 14. Nummer 14. Sint-Anna heeft het gezien. Hebben een mooie cross gezien? Nou en of. Het zal wel zijn. Straffer kan. Echt niet. Is het erg dat het maar om twee mensen gaat? Die er geen één, maar twee categorieën bovenuit steken? Niet erg. Als ze aan elkaar gewaagd zijn, niet. Niet. Dan is het spektakel om duimen en vingers van af te likken. En daar hebben ze vandaag aan gedacht. Daar ben ik zeker van. Misschien de eerste van de lange reeks. Want er komt er wel wat. De eerstkomende dagen. Denk jij dat ze dit kunnen volhouden? We hebben die vraag nu al platgesteld. Zeger komt hier binnen, een Zwitser. Ze hebben zoveel kwaliteit, zoveel klasse, dat het echt wel kan. Javier Ruiz de Larrinaga komt hier binnen. Een Spanjaard. Komt hier over de streep met het nummer 42. Kevin Suarez Hernandez. Nog een paar keer slapen en Van der Aar is terug. En dan weten we meer. Of dat er nog tegenstand op komst is. Jij hebt alweer info opgeraapt. Is snel over en weer gevlogen naar Spanje. Zeker aan de bal aan het trainen. Nee, ik heb dat opgevangen. En hij zou blijkbaar toch wel wat gereden hebben in de, onder de Spaanse zon. En dat is alleen maar hoopgevend voor de cross en ook voor hem. Oké, goed. Bram, aan u. Dankjewel Michel, dankjewel voor het commentaar. We zitten hier weer met z'n drieën, want Geert van Hoofd, de manager van Vastgoedservice, Crean is er komen bijzitten. Fijn dat je er bent, Geert. Hoe heb jij de cross ervaren? De cross van onder meer Wout van Aert natuurlijk. Ik denk dat het weer een cross was zoals dat het al een paar weken is. Hè. Dus de twee die er volledig bovenuit stakken, zoals dat ja, al een paar weken het geval is. En telkens komt het op hetzelfde neer, op het eind. Is er iets dat ervoor zorgt dat Wout van Aert het net niet haalt van Mathieu van der Poel? Is dat de conclusie weer? Ja, maar ik had ook al tegen Erwin gezegd. Ik zag dat hem, ik dacht normaal gezien is een van zijn specialiteiten door dat zandrijden. En vandaag was Mathieu daar zeker zo goed. Zelfs de betere van de twee eigenlijk. En dan nadien kwamen direct die balkjes. Dus we wisten wel dat daar het probleem zou liggen vandaag. Ja, als je het aantal punten opzoekt waar Mathieu het verschil kan maken, het zijn er intussen heel veel ten opzichte van Wout van Aert blijkbaar. Want zelfs op zijn terrein lijkt hij de betere te zijn. Ja, Mathieu kan als geen andere een finale rijden. Hè. Zelfs op dingen waar in principe Wout beter in is, kan hij het verschil maken. En als je nu daar ook ziet, ja, dat dit zijn alle speldeprikken die ervoor gezorgd hebben dat uiteindelijk Mathieu van der Poel het haalde hè, vandaag. Ja, ze zijn zoals altijd enorm aan elkaar gewaagd. Ze geven elkaar geen duimbreed toe. Maar dan in die finale heeft Mathieu dan telkens toch nog iets, zo een extra sprankeltje energie in hem om dat kleine verschil. En, ja, vaak ook op techniek. Ja, als je hier ziet ook, Mathieu gaat daar tegen 30 per uur over en Wout moet dan een beetje afremmen. Of is het 35 en Wout misschien tegen 30. Dus, het zit in de kleine details. Het is een acrobaat op de fiets. Heeft een fantastische motor. Kan op elk terrein uit de voeten. En heeft nog net meer die killersblik, dat killersinstinct dan Wout? Of is dat weer een brug te ver? Dat durf ik niet zeggen. Ik denk gewoon dat we de eerste maanden, september, oktober, was Wout ongelooflijk goed. Okay. Toen was Mathieu er natuurlijk nog niet. Ja, oké. Okay, maar in oktober was Mathieu er ook al wel. Toen was Wout heel goed. Ik denk dat het de laatste keer in Koppenberg was hij ook nog schitterend. Hij heeft zijn momenten, maar oké, we weten natuurlijk niet. Ik denk dat Wout niet op zijn beste periode is. Ik denk dat Wout wel terug beter gaat worden. Of dat hij nu ongeveer wel terug in stijgende lijn is. Maar het hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Waar is Mathieu? Gaat Mathieu ook nog beter worden of niet? Dat weten we natuurlijk niet. Ja, zit het voor een stuk ook tussen de oren? Want als je op het eind verliest, zoals vorig weekend, twee keer vandaag nu. Ik denk dat Wout je moet mentaal heel sterk blijft. Zijn om daarboven te staan natuurlijk. Ja, maar ik denk dat Wout vrij rustig blijft en iedereen bij ons. Dus Niels doet dat ook heel goed. Dus iedereen blijft daar vrij rustig onder. Maar natuurlijk is zo dat ja, elke sporter wint natuurlijk graag. En dat is bij Wout niet anders. Ja, absoluut. We gaan niet zeggen dat hij mentaal niet sterk is. Integendeel, fysiek en mentaal berensterk. Maar je moet dus een cross weer winnen op dezelfde manier. Om te kunnen zeggen, van ik klop hem volgende week maar ook. Maar Frank Rochard is nog niet zo heel lang geleden. Hè? Nee, maar goed. De voorbije drie crossen telkens op dezelfde manier verliezen. Dat is vervelend natuurlijk. Je wil als winnaar op die manier ook eens gewoon je armen kunnen in de lucht steken op het eind, denk ik. Ja, maar Mathieu zit in een goede periode, dat is effectief zo. Dus, maar oké, goed, de kampioenschappen komen eraan. Ik denk dat Wout daar heel hard naartoe geleefd heeft.
Dus ja, we zullen zien wat er richting die kampioenschappen gaat worden. Heb je het gevoel dat hij daar nog een paar procentjes beter zal zijn dan deze maand december? Ja, ik denk dat effectief zo. Ik denk dat we hebben ook gezien hoe dat hij gewerkt heeft op training, als we op stage waren. En ik denk dat Wout inderdaad richting die kampioenschappen er wel terug wil staan. Ja. Dus in december was het, ik ga niet zeggen met de handrem op, maar het mocht ietsje minder zijn. Dat is ingecalculeerd. Oh, dat weet ik niet. Hij zou natuurlijk ook graag gewonnen, maar Mathieu is gewoon momenteel heel goed. Ik denk Wout is goed, maar Mathieu zit gewoon in een heel goede periode. En, ik denk dat Wout dat in januari kan dat plotseling anders zijn, want die percentages liggen zo kort bij elkaar, dat dat gewoon elke week terug kan omslaan. Goed, als Belg hopen we toch dat het inderdaad in januari net andersom is, als het echt om de trui gaat. Geert, toch nog een woordje over wat er vanaf 1 januari staat te gebeuren, want nieuwe ploegen, nieuwe namen, kan je nog eens kort schetsen? Hoe is de situatie en wat mogen we verwachten vanaf 1 januari? Ja, het is zo dat wij Wout 1 januari laten gaan naar Nick Nuis, naar de ploeg van Nick. Dat was een opportuniteit voor Wout en voor Nick, denk ik. Dus ik denk dat dat de ideale stap was in Wout zijn, Wout zijn carrière. Wij zelf gaan verder met Paul Sauze vastgoedservice. We waren daar Jens Adams kopman gaan worden. Ik denk dat ik ook zie dat Jens vandaag ook weer een fantastische wedstrijd rijdt. Hij is vijfde, maar als je ziet van waar hij moet starten. Na nieuwjaar hopen we dat hij iets korter komt te staan. En ja, dat is een groot verschil dat je elke keer dat kot moet toerijden of dat je effectiever moet afgereden worden. En, ja, we hopen dat Jens zijn curve kan doortrekken en dat hij misschien mee naar het WK kan gaan en dat hij daar ook kan laten zien dat wij als ploeger ook nog staan. Ja, vind je het niet vervelend dat je Wout van Aert kwijt bent? Of ja, blijf je toch gelinkt aan Wout van Aert? Want je hebt er ook een rol in, zeker in die ploeg. Ja, het is een fantastische renner, dus wat dat betreft kun je Wout niet opvangen. Dat is gewoon echt zo, dat gaat niet. Maar goed, we moeten met z'n allen terug proberen om terug een team neer te zetten die er terug gaat staan. En we hebben nu voor 3 jaar getekend met allemaal. Zowel Paul Sauze als de rest van de partners. Dus we moeten op 3 jaar terug iets neerzetten en we gaan daar ons uiterste best voor doen. Goed, we gaan luisteren naar de winnaar van vandaag. Dat is uiteraard Mathieu van der Poel. Je hoort vliegtuigen boven Diegem en die zitten heel dicht als ik het zo hoor. Ja, en die reden zelfs op het parcours. Als je het mij vraagt, Mathieu van der Poel, jullie vlogen over het parcours en jij vloog letterlijk over die brug, die laatste sprong. Waarom? Ja, gewoon, ik kwam daar met snelheid aan en is dat gewoon sneller om te springen soms. En ik was echt wel heel, heel blij met deze overwinning. Ik had niet verwacht, met inrijden voelde ik mij niet super zoals ik had gezegd. En in de koers kwam ik er gelukkig wel door met diep gaan. Verkoudheid? Ja, inderdaad. Ik had ook aangegeven bij de rest van de omkadering dat ik gewoon ging proberen zoveel mogelijk voorsprong te pakken in de eerste helft van de wedstrijd. Ik dacht dat zolang ik Wout kan blijven volgen, dan verlies ik maar 1 puntje voor het klassement, moest ik lossen. Maar het begon beter en beter te gaan in iedere ronde en deze overwinning schat ik wel heel hoog in. Ja, opvallend genoeg klieft hij ook heel sterk door het zand. Ja, dat is iets wat ik graag doe. En, ja, normaal er waren wel een paar passages die iets minder waren, maar de laatste passage dat het belangrijkste was, reed ik er wel heel goed door, denk ik. En vanaf toen was het gewoon een lange spurt tot hierboven. Ja, jullie hebben er een uitputtingsslag van gemaakt, hè? In deze snelle wedstrijd. Zo diep gegaan met heel weinig rustpauzes eigenlijk. Ja, dat wel. Telkens als een van de twee wou rusten, viel de ander aan, denk ik. En, ik probeerde af en toe als het tempo eruit was wel een beetje te blijven rijden, omdat moest er iets gebeuren, lekke band of zo, dan heb je toch een beetje mars, omdat ik wel met klassement in mijn achterhoofd was. Het is een heel, heel weinig puntenverschil en dan probeer je toch wat zekerheid in te bouwen. Toen je het asfalt opdraaide aan de finish, toen wist je het is binnen en liet je eigenlijk bijna uitbollen. Ja, dat wel. Ik had een gaatje daar en zelfs als je in het wiel zit, is het hier al heel moeilijk om na de trappen nog iemand te remonteren, denk ik. En toen ik bovenaan de trappen kwam, wist ik inderdaad dat het binnen was. Die sprong, nog één keer daarover. Fantastische sprong, vind ik zelf persoonlijk. Maar je beseft dat sommige mensen zullen zeggen, ja, hij vernedert daar misschien wel een beetje de wereldkampioen mee. Nee, dat is helemaal niet vernederend bedoeld. De mensen die mij kennen weten dat ik dat ook deed tijdens de opwarming ook. Dat is puur omdat ik dat zelf heel leuk vind om te doen. En ook gewoon, ja, ik kwam er met zoveel snelheid aan. En dan is dat helemaal niet trager om zo erover te springen. Dankjewel en nog eens proficiat, Mathieu van der Poel. En dan draai ik een kwartslag naar links en zit hier de wereldkampioen die het zelf kan zeggen hoe hij zich daar eventueel bij voelt. Zag je hem springen, Wout van Aert, de laatste brug? Ik heb het niet gezien, maar het is wel straf wat dat nog kan op dit moment. Ik heb er niet aan gedacht voor te springen. Nee, hij dacht dan, ik probeer hier nog alles uit de kast te halen om te winnen. Hè. Het was weer heel erg close.
Ja, dat wel. Ik wou eigenlijk als eerste naar de zandbak gaan. En ja, op de strook voor de zandbak was de bedoeling om erover te gaan, maar dat lukte niet, omdat Mathieu echt wel daar echt een sprint trok. En ja, de meters die ik daar verlies in de zandbak en de balkjes, die kom ik op plaats weer te kort. Dus ik was er inderdaad kort bij, maar ik had op kop moeten zitten aan de zandbak. Het is hoorbaar, hè? Je bent diep ontgoocheld. Het was ook te zien, kort na de streep. Of was dat van uitputting, toen je daar lang uit over je stuur bleef hangen? Vrij lang, eigenlijk. Ja, beiden. Ik was ja, natuurlijk wel teleurgesteld dat ik net niet de overwinning pakte. Maar ik ben blijven rijden tot aan de arrivé. En dan ben ik natuurlijk ook wel moe. En ja, het was niet echt plaats om ergens op mijn buik te gaan liggen. Dus ik heb maar op mijn stuur gaan hangen. Jullie doen elkaar bij manier van spreken de das om. Riskeert zich dat te wreken tegen dat de kampioenschappen eraan komen? Want dat was ongelooflijk om te zien. Ja, laat ons hopen voor ons van niet. Het is uiteraard altijd wel een evige strijd. En hopelijk kan ik in januari nog altijd met goede benen rondrijden. Maar het is niet dat we daar niet mee bezig zijn, denk ik. Dus ja, ik kijk wel uit naar die januari, maat. Wij ook. Hartelijk dank, Wout van Aert. En de man die het van op afstand moest bekijken is de derde van de dag. Kevin Pauwels, er was weer niks tegen te beginnen. En dan moet ik bijna dezelfde vraag stellen als de voorbije weken. Hoe frustrerend is dat? Oh, ja, gelijk anders zeker. Ik was goed weg, maar dan... voor dat stuk daar, dat tweede stuk daar, zat ik weer niet goed en dan waren we weg. Iedereen verwachtte een vrij gesloten wedstrijd of compact scenario met veel renners bijeen. En dan komt dat er niet van. Hè. Ze zijn echt niet te houden, die jongens. Hè. Ga je hen proberen te stoppen, verbaal? Nee, dat ga ik zeker niet doen. Maar ik ga het wel proberen op de fiets nog eens. Je blijft hopen dat het op een dag gaat lukken. Hè. In dit seizoen, want het is natuurlijk verschroeiend, verpletterend hun overwicht. Ja, ik heb niet een beste dag vandaag, ik wou niet, denk ik. Ik had het gevoel dat Toon ook iets beter was, maar op het einde had ik daar nog iets meer over. En dat is dan een heel terechte conclusie. Hartelijk dank, Kevin Pauwels, en proficiat met die derde plaats. Weer aan jou, Bram. Ja, de top drie hebben we gezien en gehoord. En om nog eens door te gaan op Wout van Aert, ja, de ontgoocheling druipt er vanaf. Dat is logisch, een winnaar, wereldkampioen, wil dit scenario niet en wil dat stopt natuurlijk. Ja, tuurlijk. Als je af en toe kan winnen en het is om beurt een keer een overwinning en dan en een nederlaag, dan valt dat mee. Als je natuurlijk verschillende wedstrijden op rij moet toezien dat de andere net iets beter is en het verschil is niet heel groot, dan... maar een tijdje is dat frustrerend. Ik kan dat best geloven. Ja, er zijn nu 16 klassementscrossen geweest. Het staat 10-6 als we die onderlinge stand erbij nemen. Want enkel Mathieu en Wout hebben crossen gewonnen. Mathieu was er in het begin van het seizoen niet bij. Op dit moment valt er eigenlijk niets te doen. Zelfs als het close is, is het toch net telkens weer Mathieu. Dat is inderdaad zo. Mathieu zit in een goede periode. Dus dat heb ik straks al gezegd. En, ik hoop alleen dat natuurlijk vrij snel omdraait voor ons. Dus, maar oké, goed. We zullen wel zien wat inderdaad, zoals Wout zegt, de januari maand brengt. Een hele belangrijke maand. En dan worden weer truien uitgedeeld. Die mooie wereldkampioenentrui hangt nog rond de schouders van Wout van Aert. We gaan kijken naar het podium. Terug naar Michel. We hebben een déjà vu gevoel. In Namen stond hij op 3. In Antwerpen stond hij op 3. Kevin Pauwels. Ik ga nogal verder terug. In Essen werd hij 2. In Overijssel wordt hij ook 2. In Antwerpen wordt hij ook 2. En in Namen ook. 4 keer op rij. 2. 5e keer? Jawel. Omdat hij 5 keer op rij wint. Andermaal is bewezen dat hij meerdere troeven heeft om uit te spelen. Vooral als het om een prangertje gaat in een akelig spannende slotronde, heeft hij net dat tikkeltje meer bravoure. Die kunstjes die Van Aert nog niet heeft. Ja, het kwam vandaag niet op lef aan, maar gewoon op de juiste moment zich aan de leiding gezet, door het zand gereden, razendsnel over de balken en niet meer gestopt dan aan de finish. Hij won in Gieten, in Zonhoven, in Ruttervoorde, in Gaveren. Werd tweede in Francorchamps en wint nu hier in Diegem. Dat wil dus zeggen 5-6 in de Superprestige. Hij staat nu weer 4 punten voor in het nieuwe klassement van de Hans Grohe Superprestige. Ja, dat is terug een voorsprong. Niet onbelangrijk. Waar dat ze eigenlijk mee bezig zijn. Ja, zelfs het tempo niet echt laten wegzakken.
Er zou te veel volk kunnen terugkeren. Bij pech verlies je dan heel veel punten. Ja, dat is afwerken, dat is een klassement. Proberen binnen te halen. Pietsen ze elkaar niet dood? Wel, je zou de vraag ook anders kunnen stellen. Wie ziet er het meest af? Die twee mannen die hier vooraan vaak spelenderwijs met elkaar omgaan. Of degene die in de achtergrond zit te pompen om toch nog een ereplaats uit de strijd te halen. Dan denk ik dat we dat achteraan moeten gaan zoeken. En ze zijn er wel mee bezig met dat overleggen. Want ik heb hier nu de rondetijden van der Poel. Hij rijdt 2 keer 7:12. Maar hij rijdt 3 keer 7:12, 4 keer 7:12. Maar voor de rest zitten daar tijden ook tussen 7:30, 7:44. Dus er zijn ook rondes waar ze met het verstand rijden en even vieren. Ja, dat is wel elke koers niet zichtbaar. Vandaag wel. Maar in andere koersen durven ze ook wel eens een keertje doorgaan. Volle bak van de minuut 1 tot 65. Dat is waar. Maar we hebben de jongste weken ook wel de klossen gezien waarin ze meer aan elkaar gewaagd zijn en dus ook meer van elkaar genieten. Bij wijze van spreken aan profiteren. Dat is waar, dat is waar. Hebben we ook in namen gezien. Op een bepaald moment, als Wout van Aert er definitief bij was, is het tempo er ook even uitgegaan. En dan zitten ze achteraan toch maar te zwoegen. Goed. Stonden we even paf toen hij voor de cross, 2 uur voor de cross, in een interview met Renaat zei van ik voel me niet echt goed. Ik sukkel met een verkoudheid. Nee. Crosser doet dat gewoonlijk niet, dat vooraf zijn. Nee, nee. Nee, dat wordt eigenlijk in de kast gehouden. Toch doet hij dat? Ja, hij komt daar vooruit. Het is een zeer open jongen. Hij is open gegaan in de cross, heeft het zelf gezegd. En heeft het andermaal met bravoure gewonnen. In de diegen waarvan hij zei van daar wil ik winnen. Dus hij wint waar hij heeft. Dat is de conclusie. Bram. Dankjewel Michel, dankjewel Paul. Derde zege op rij voor Mathieu van der Poel hier in Diegem. Voor Wout van Aert is nog even wachten wat dat betreft. Vooraf werd gezegd, hij is wat ziek is. Hij zei het zelf. Denk je van, een beetje overdreven? Nee, het is effectief zo dat hij deze week wel wat snot gehad heeft. Dus dat klopt wel zo. Dus vorig weekend trouwens ook. Dus is het al even mee. Had er toch niet zoveel last van. Dit is de uitslag nog eens van vandaag. Mathieu van der Poel heeft gewonnen. Wout van Aert dus op de tweede plek. Dan Kevin Powels, Toon Aerts en Jens Adams. Dat is de top 5. David van der Poel knap 6e. Tim Merlier 7e. Meeuwsen 8e. Klaas van Tornhout 9e. En Laurens Zweek in de top 10. Op die 10e plek. Dat is eerder dit seizoen al een paar keer anders geweest. Want al behoorlijk veel op het podium gestaan. Blijft wel nog 3e Laurens Zweek achter het duo Van der Poel Van Aert. En de rest van de top 10 in het klassement voor de Hans Grohe Superprestige ziet er zo uit. Erwin, zie je nog een kans voor Wout om voorbij Mathieu te gaan? Of moet je dan gewoon hopen dat hij 1 cross gewoon rateert? Ja, hopen. Je kan natuurlijk niemand pech toewensen. Hè. Laten we hopen dat het gewoon vooral een eerlijke strijd is. Nu, 4 punten. Met dubbele punten wil zeggen twee keer ervoor zijn. Dan staan ze gelijk en dan weet ik niet wat het reglement zegt. Zijn er ook dubbele punten bij de profs? Ik weet het niet. Dan moet ik even het antwoord schuldig blijven. Maar de strijd is nog open. 4 punten is niks. Als er een klein foutje is of een lekke band op een slecht moment, valpartij, dan is de strijd toch helemaal open. Goed, in ieder geval, ze zijn elkaar absoluut waard. En het zal puur sportief heel moeilijk zijn om het verschil nog goed te maken. Nog eens kijken naar de crossen die er de komende dagen aankomen. Want het is een drukke eindejaarsperiode natuurlijk. Dit is bijvoorbeeld op maandag, tweede kerstdag, de wedstrijd in Heusden-Zolder voor de Wereldbeker. Die is ook live bij ons te zien. We hebben ook het Nederlands kampioenschap veldrijden. Jawel, kan u ook zien bij ons op Play Sports. Op 8 januari is dat. Er is op 9 januari op een maandag de herkansing voor al degenen die het niet hebben gehaald op het nationale kampioenschap in Ottegem. En dan half januari zitten we in Italië in Fiuggi voor opnieuw wereldbekercross. Ook de cross, de kasteelcross in Zonnebeke kan u live bij ons zien. En verder ook op 22 januari de wereldbekercross in Hogerheide. Nog een beeldje van in de publiekstand. En vooral in de buurt van het veld hier in Diegem. Want dit is nog, ik ga niet zeggen live, maar wel een heel mooi beeld. Net opgenomen, 2, ik vermoed, enthousiaste supporters die nog wat over het veld lopen en de conditie zo wat bijspijkeren. Het is nogthans koud, maar als je loopt, dan krijg je het lekker warm. Ik denk dat dat iets te maken heeft met die camion bier van 24.900 liter of zoiets. Wat was het?
Ja. Die zal stilaan leeg geraken. Ik denk dat die mannen er goed aan geholpen hebben. Ja, we zullen ons moeten haasten om nog een pintje te krijgen. Gaan we dat doen straks, Erwin? Dat gaan we zeker doen. Geert, jij ook? Absoluut. Goed. We hebben hier een VIP, dus daar moet ik dringend naartoe. Oké, er zal nog wel iets over zijn. Fijn dat je even langskwam, Geert van Hoof. Fijn dat je er was, Erwin Vervecke. Tot binnenkort. U bedankt voor het kijken. Ik maak nog heel even reclame voor wat er zo meteen aankomt na deze uitzending. Over enkele ogenblikken is dat een nieuwe aflevering van het zeer gewaardeerde Belgasport. En vandaag gaat het weer over voetbal en over de maand van Stefan de Mol. Nog een fijne avond en heel graag tot binnenkort.